Ja, dank u wel. De verleiding is altijd enorm groot om commentaar te leveren op die andere lezingen die u aankondigt. Waar ik toch wel even licht verbaasd over was, want geloof, hoop en liefde. En dat ging over geluk, als ik het dan maar goed begrepen heb. Terwijl er zijn maar weinig onderwerpen die zo onbeschrijfelijk veel narigheid hebben veroorzaakt als geloof en liefde. Hoop is meestal geheel onterecht, dus ook daar kun je je vraagtekens bij zetten. Dus als u vrij ernstig gedeprimeerd wil raken, zou ik er zeker heen gaan. Maar ik zou anyway elke vorm van college over geluk zou ik diep, diep wantrouwen, eerlijk gezegd. Want dat leidt meestal tot volstrekt wezenloos geouwehoer over dat je jezelf moet leren kennen en zo. En dat je een moment voor jezelf moet nemen. En nou ja, al die andere adviezen die alleen maar tot suïcide leiden natuurlijk. Ja, die andere zal ik dan maar laten zitten, die andere onderwerpen. Ga ik u uit de benauwenis van de kredietcrisis leiden? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik ben nog niet gebeld door Jan Kees de Jager of door Rutte voor mijn advies over de komende bezuinigingsoperaties. Maar ik wil u wel van tevoren verklappen dat ik meer in de richting van de heer Teulings opereer dan bij de wonderlijke opvattingen die klaarblijkelijk bij met name Rutte en de Jager leven. Ja, die hebben zichzelf, zoals dat in het Engels zo treffend heet, pinted into a corner. Hè. Ze hebben heel Europa, hebben ze dus nu een jaar lang, hebben ze hoog van de toren geblazen dat je geen 3% tekort mocht hebben, of althans dat het minder moest zijn. En ja, nu zitten ze zelf met het probleem dat het misschien eigenlijk veel verstandiger zou zijn om het nog iets hoger te laten. Hè, dat niemand ligt daar wakker van, zoals die meneer van de Financial Times laatst treffend in de krant zei. Maar ja, nu hebben ze de les geleerd en dan is het een beetje pijnlijk als je zelf die les dus niet ter harte neemt. Maar dat betekent na alle waarschijnlijkheid wel dat we ons fijn verder de recessie in gaan bezuinigen. Hè. En daar kom je natuurlijk aan een paradoxale uitkomst van dat hele debat van de laatste jaren, dat je zou toch zweren dat iedereen met gezond verstand kan concluderen dat het neoliberalisme misschien in zijn receptuur niet in alle opzichten verstandig is geweest. En nu zitten we in penibele omstandigheden en wat doen we? We volgen de adviezen van het neoliberalisme, hè, want dat zijn klassiek liberale maatregelen. En ik denk eerlijk gezegd dat de lichte recessie waarin we al verkeren voor een niet onbelangrijk gedeelte inderdaad het werk is van die fijne, fantastische regering waar we mee opgezadeld zitten. Als gevolg van de onbeschrijfelijke opportunisme en lulligheid, niet waar, van het CDA en de VVD. Ja, ik zeg het nog maar even, ik geloof dat ik het alles eerder had onderstreept. Teleurgestelde VVD'ers kunnen nog weg. Maar het kan ook best zijn dat u er juist opgewekt en vechtlustig van wordt. Je weet het niet bij dit soort van gelegenheden. En als je ze spreekt erover, dan zeggen zij zelf altijd dat ze tot de liberale vleugel behoren. Het is een heel klein vleugeltje wat een soort doet een beetje denken aan de blinde darm eigenlijk. Hè? Ja, het liberalisme is eigenlijk de blinde darm van de VVD geworden. Ja, het is nu dat ik denk er voor het eerst aan. Ja, u begrijpt dat als ik zo doorga, dat het met het uur discussie wat u beloofd is, dat er niet in zit. Wat vooral ook weer voor die VVD een stuk bijzonder jammer is. Want die hadden natuurlijk dolgraag forse bezuinigingen willen verdedigen. Inclusief natuurlijk de aanschaf van de JSF, dat spreekt. Ja, ik heb het de eerste keer gehad over de gouden jaren van dat Keynesiaanse compromis. Dus zeg maar de eerste 3 decennia na de Tweede Wereldoorlog, meer 25 jaar ongeveer, zo tot begin jaren 70. En nu is aan de orde eigenlijk de gouden jaren van het marktfundamentalisme. Dat is zo'n beetje late jaren 80, jaren 90. Nou, u zult zien, voorjaar 2000 begint dit allemaal al duidend minder aantrekkelijk eruit te zien, maar een aantal jaren zag het eruit alsof het inderdaad ook een lange periode van gouden jaren zou worden. In 89 namelijk, dat herinnert u zich allemaal nog wel levendig, afgezien van de jongeren misschien, kwam er vrij plotseling een eind aan de Koude Oorlog. Dat hadden we geen van allen verwacht. U weet, dat wordt nu op het konto van Ronald Reagan geschreven. Doet u dat vooral ook namens mij niet. De Koude Oorlog is beëindigd door Gorbachev. En
Ronald Reagan heeft er beschaafd bij staan kijken en gezegd, ik vind het ook wel een goed idee. Dat is op zichzelf al voor een rechts-Amerikaanse president een hele verdienstelijke houding. Hij had ook kunnen zeggen wat veel van zijn adviseurs zeiden van ja, ze zeggen wel dat ze minder gevaarlijk worden en zo, maar dat is altijd met die Russen zo, dan slaan we, ze sussen ons in slaap en dan ineens slaan ze meedogenloos toe. Hè. Het is eigenlijk zaak als Gorbachev voorstelt om de wapens te verminderen, dan is het eigenlijk voor ons zaak om de wapens flink te vermeerderen. Maar dat heeft Reagan niet gedaan en dat is zonder enige twijfel zijn verdienste. Hij was in allerlei opzichten een wat wonderlijke president in de zin dat je, als je iemand een zondagskind in de politiek zou moeten noemen, dan is het wel Ronald Reagan. Die hoort tot die bijzondere mensen die ergens bij zijn, waar het werkelijk voortreffelijk alles verloopt in de best mogelijke orde. En omdat zij er toevallig al die tijd bij hebben gezeten, denkt de goede gemeente dat het eigenlijk hun verdienste is dat het gebeurd is. Maar dat is helemaal niet zo. Als ik morgen bij de zonsopgang ga zitten, hè, zou u toch verrast zijn in de NRC te lezen dat door het verdienstelijke werk van de heer Van Rossum de zon is opgegaan. Zelfs boven Utrecht. Hè. Daar kunt u Ronald Reagan eigenlijk het best mee vergelijken. Met iemand die toevallig bij de zonsopgang aanwezig was en vervolgens door zijn partijgenoten de verdiensten van de zonsopgang toegeschreven heeft gekregen. Althans voor wat betreft het einde van die Koude Oorlog. En u weet, 2 jaar later eigenlijk nog veel gekker en nog veel onverwachter, kwam er een eind aan de Sovjet-Unie. Door toedoen van Yeltsin, die daarvoor zijn eigen beweegredenen had, die heb ik u jaren geleden al eens een keer uitgelegd, dat gaan we nu niet doen. Maar in feite was binnen zeer korte tijd een eind gekomen aan dat conflict wat al die decennia na de Tweede Wereldoorlog had gedomineerd. En er was natuurlijk ook, belangrijker in dit verband, in ideologische zin, een eind gekomen aan het alternatief. Het idee dat er voor het kapitalisme in zijn verschillende incarnaties ook een alternatief was. Namelijk dat je een economie ook zou kunnen runnen door middel van een centraal planningsapparaat. Dat het niet per se door de markt zou hoeven te worden gestuurd, maar dat je dat ook door centrale planning zou kunnen doen. Op zichzelf natuurlijk, als u er even over nadenkt eigenlijk, een heel aantrekkelijk en voor de hand liggend idee. Want hoe vaak denkt u niet, wat moeten wij met al die rommel? Hè? Ja, u loopt door het winkeldistrict van Utrecht en u loopt zo'n winkel voorbij als het buiten 10 graden vriest, waar zo'n tropische hitte uitgeblazen wordt. Daar denkt u toch als verstandig mens al bij van waar is dat nou goed voor? Ja, of, nee, dat heeft veroorzaakt hier geen enkele reactie. U vindt dat kennelijk volkomen normaal dat bij 10 graden onder nul die winkels tot 25 graden worden gestookt en eigenlijk de hele glazen pui open hebben staan. Vindt u dat? U had er nooit zo over nagedacht, begrijp ik. En dan zwijg ik nog van die rommel die je in die winkels kunt kopen. Ja, dat is nog veel erger eigenlijk. Met u was door zo'n mediamarkt gewandeld voor de aardigheid. Hè? Dat je denkt, nou kan dat nou niet wat minder? Hè? Zouden we niet met 3 type telefoontoestellen af kunnen? Hè? Of met 3 soorten van camera's? Nee, je kunt 100 verschillende telefoons. Je wordt met alle telefoons opgelicht, maar je kunt 100 verschillende toestellen kopen. Ja, dus wat is er voor de hand liggen om te zeggen, kan dat niet wat gestroomlijnd worden? Zouden we niet een paar afspraken kunnen maken over, hè? Hebben we al die auto's eigenlijk wel nodig? Hè? Kapitalisme leidt natuurlijk ook tot veel te veel productiecapaciteit op tal van terreinen. Bij centrale planning zou je al gauw denken, nou, dat hoeven we niet te doen. We kalibreren het zo precies dat we precies voldoende hebben. Maar dat is nou juist het interessante. En ik ben, zoals u wel begrepen hebben, geen groot kampioen van onze vriend Hayek. Maar hij had wel gelijk dat die markt eigenlijk meer informatie bevat... dan alle planners ooit bij elkaar hebben gehad om hun plannen te maken. En dat betekent eigenlijk dat op sommige terreinen de markt te prefereren valt boven centrale planning. U begrijpt ook wel het triomfalisme wat in het Westen uitbrak na het einde van de Koude Oorlog en de implosie van de Sovjet-Unie. En ondertussen was China natuurlijk ook al begonnen met de socialistische markteconomie. Dus in alle opzichten leek het alsof het marktkapitalisme totaal getriomfeerd had. De markt won eigenlijk op alle fronten, om het maar met een misschien wat ongelukkige formulering te zeggen.
En daarbij was natuurlijk ook de verleiding groot, zeker in de Verenigde Staten, waar ze altijd een zekere claim hebben gehad op het idee dat het beste land ter wereld is, het meest innovatieve en het meest dynamische en het meest vrije en wat je er allemaal niet bij kan voorstellen. Langzamerhand ook het land met het grootste percentage gekken, dat is ook een unieke distinctie natuurlijk. Die bovendien ook merkwaardig genoeg een prominente rol in de politiek spelen daar, of speciaal in de politiek een belangrijke rol lijken te spelen. Ook dat is een verschijnsel waar Amerika wel besmettelijk lijkt te zijn, ook voor andere landen. Ja, tal van personen die vroeger gewoon werden opgesloten, die gaan nu liefhebberen in de politiek. Hè? En omdat er ontzettend veel mensen rondlopen die eigenlijk beter hadden kunnen worden opgesloten, blijken dat altijd vrij omvangrijke partijen te kunnen worden. Waarbij natuurlijk de grote vraag is, hoeveel mensen zouden we eigenlijk moeten opsluiten om het zekere voor het onzekere te nemen. Ja, ik las nog eens een artikeltje dat 42% van de bewoners van Manhattan knettergek is. Waardoor als je daar bent, dat je in daar over straat loopt, denk je altijd van, laat ik maar een beetje ruimte houden. Ja, je weet het maar nooit eigenlijk. Ja, de verleiding in Amerika was natuurlijk groot om te zeggen, ja, die markt heeft getriomfeerd. Kijk, wij hebben getriomfeerd. Ik heb Dick Cheney ook wel eens horen zeggen, wij hebben getriomfeerd in de betekenis de Republikeinse Partij heeft getriomfeerd wereldwijd. Zo werd er een beetje over nagedacht. En u begrijpt hoe groot de verleiding was om ook de Europese sociaal-democratische landen, om die maar meteen mee te nemen in die algemene afkeer van alles wat met overheidsingrijpen, overheidsbemoeienis, regulering enzovoort van doen had. Ook daar was de claim dat die sociaal-democratische landen eigenlijk minder economische dynamiek vertoonden dan het kapitalisme in principe mogelijk maakte. Ik hoop daar helemaal aan het eind nog op terug te komen. Maar voor die personen die ondertussen onwel worden en het eind niet gaan meemaken, is het natuurlijk toch wel handig om even te zeggen dat dit de grootst mogelijke onzin is gebleken nu we een jaar of 20 verder zijn. De Europese sociaal-democratische landen blijken helemaal niet minder dynamisch of flexibel economisch gesproken dan de Verenigde Staten. Sterker nog, het blijkt, zoals u zult zien, omgekeerd te zijn. Het is ook wel interessant als u de voorverkiezingen in republikeinse kring een beetje heeft gevolgd, als u nog überhaupt geestelijk in staat bent om het te volgen, laat ik het even zo formuleren. Ja, het is een wonder dat die Santorum kinderen heeft gekregen, hè? Ik weet niet hoe hij dat met zijn vrouw op een akkoordje heeft gegooid, maar hij had veel beter kardinaal kunnen worden. Hè? Dat zou een veel betere functie zijn geweest. Maar hij heeft er zelfs een heleboel gemaakt. Dus ze hebben er kennelijk, nou ja, goed, laat ik daar verder niet over speculeren. Hij hoort, ja, die hele partij is natuurlijk een beetje een narre schip geworden. En daar is onder de Republikeinen, dat lees je dan bij ons in de krant, eigenlijk maar één die min of meer normaal is. Dat is dan Mitt Romney. Hoewel, misschien kunt u als u thuis bent en u wil nog even lachen, moet u nog iets opzoeken over de Mormonen. Ik weet niet, heeft u zich daar wel eens in verdiept in de Mormoonse kerk? Dat is een uniek gezelschap. Eigenlijk zou je, als ik het even voor u heel kort samenvat, is de Mormoonse kerk gesticht door een man die getrouwd was met een hele strenge vrouw, maar toch graag een vriendin wilde en toen verzonnen heeft dat de Heere dat ook een heel goed idee leek, dat hij een vriendin zou nemen. En als je toch helemaal bezig bent, kun je ook best twee vriendinnen nemen. He? En voordat je het weet heb je een religie die volledig rust op veel wijverij. Ja, kan niet korter samenvatten voor u. Het is misschien voor sommigen van u nog een prettige uitweg. He? Dat u ook altijd gedacht heeft, zou ik wel een vriendin willen hebben. En het zou wel fijn zijn als mijn vrouw dan begint te protesteren, dat u zegt van ja, maar dat is de Heere wel gevallig. He? Ja, dat hebben we later gehoord op die gouden tafelen. Die we toen uit de hemel hebben gekregen, die zijn toen, leest u het even na, want het is werkelijk een dolkomische geschiedenis. Waarbij de mens zich afvraagt, hoe is het nou mogelijk dat iemand die min of meer normaal is, in zulke onbeschrijfelijke nonsens kan geloven? Hoe kan dat? He? Begrijpt u daar iets van? Zijn er mormonen in de zaal? Ja.
Ja, kijk nog even. Nee, geen enkele mormoon in de zaal. Ja, nou wel nu deze meneer, die dus dan nog als de enige min of meer normale wordt beschouwd, als u even denkt aan al die andere halve garen, niet waar, die zegt ook elke dag wat ze allemaal zeggen, maar hij zegt het ook. Ja, we moeten vooral oppassen met die Obama, want die Obama die wil eigenlijk van Europa een socialistisch land maken, net als de Europese landen socialistische landen zijn. He? Waarbij je denkt, hoe is het nou mogelijk dat je die onzin van die mormonen gelooft, maar dit is praktisch even grote onzin. He? Is Duitsland een socialistisch land? Is Nederland een socialistisch land? Nee, je denkt er wel eens, was het het maar. He? En als die socialisten zo blijven doorprutsen, he, dan, ja, laat ik me daar ook niet over uitspreken. Ja, ja, dat zeggen ze in Amerika. Daar zeggen ze, Obama zelf is een socialist en zijn voornemen is in Amerika te veranderen in een totalitair socialistische staat. Wat is Obama? Ik zou zeggen een bovenal een pragmaticus die iets rechts van het flintertje, rechts van het centrum staat, die in Nederland waarschijnlijk, ik hou het zelf, op de linkervleugel van de VVD zou staan, misschien op de rechtervleugel van D66, maar dat is zo'n klein vleugeltje, daar kan zelfs Obama niet in zijn eentje staan, lijkt me eerlijk gezegd. Maar het is wel wonderlijk dat deze volkomen achterlijke, infantiele, randebiele propaganda, niet waar, een stabiel element is in de Amerikaanse politieke discours. Dat is een wonderlijke zaak. Ja, voordat u denkt, dat hebben wij gelukkig geen last van. Dit toevalligerwijze gaat dit college niet over Nederland. Want daar zouden we ook wel een boekje over open kunnen doen. Maar dat gaan we dus ook niet doen. Ja, bovendien, dus eind van de Koude Oorlog, Sovjet-Unie geïmplodeerd, China op het kapitalistische pad geraakt, was er in de jaren 90 een sterke economische groei in de Verenigde Staten. Alom stond in onze kranten de meest fenomenale jobsmachine, zo heette het. Dat is dus niet Steve Jobs, maar dat is de banenmachine van de Amerikaanse economie. Steve Jobs was nog niet met zijn zegenrijk werk begonnen, zoals u weet. Dat was in de late jaren 90 is hij pas teruggekeerd bij Apple. Om daar de Heer Jezus te gaan spelen. Ja, daar ga ik verder ook niks over zeggen. Anyway, deed zich in de Amerikaanse economie een sterke groei voor in de jaren 90, de zogenaamde IT-revolutie. En gekoppeld aan de stormachtige stijging van de zogenaamde dotcom-bedrijven aan Wall Street. En sowieso de stormachtige stijging van de beurskoersen in Wall Street. He, zodanig zelfs dat iemand waarvan je het totaal niet zou hebben verwacht, in 1996 al, jaren voordat de zaak in elkaar zou storten, zei, is er niet sprake van irrational exuberance, van irrationele exuberantie. En wie zei dat? Greenspan zei dat. Als die dat dacht in 1996, kunt u zich een beetje voorstellen hoe droevig de toestand eigenlijk al was. Heeft dat overigens enig effect gesorteerd? Nee. Want Greenspan is al heel snel opgehouden met zijn kritische opmerkingen. Dat werd hem helemaal niet in dank afgenomen. En hij moest zijn mond er maar over houden. En toen heeft hij kennelijk ook gedacht, ja, zo is het toch eigenlijk. De markt heeft altijd gelijk. En het was in deze jaren, dames en heren, dat de markt eigenlijk een soort godsdienst is geworden. Waarbij de Verenigde Staten als het ware model aan de wereld werden gepresenteerd. Iedereen zou zijn samenleving zo moeten inrichten als de Verenigde Staten. En ik kan u verzekeren, wij in Nederland zijn daar bepaald niet immuun voor geweest. Ook de kwaliteitskrant stond week in, week uit vol met dit soort van artikelen. Dat was de koers die we zouden moeten gaan. Alles zou in feite aangepast moeten worden aan het marktdenken. Kwamen landen in de economische moeilijkheden, dan kwam er een team van het IMF en van de Wereldbank en die kwam je vertellen dat je precies moest doen zoals de Amerikanen het hadden gedaan. Dat was de Washington Consensus, heette dat. En dat was privatisering, liberalisering, exportgericht, enzovoort, enzovoort.
He, dus dat was het, zo moest het. Dat was de beste oplossing voor alle denkbare maatschappelijke problemen. Al die problemen was de markt de beste oplossing. Alle organisaties, wat ze ook uitspookten, deden er verstandig aan over te gaan tot wat toen heette modern management. De bedrijfskundige aanpak. He, de universiteit, waar je nog nooit iets bedrijfskundigs had gezien gebeuren, was ook plotseling een bedrijf geworden in die tijd. He, wij deden niet, wij waren diep in kennis, dat wel, maar die moest aan klanten op een bedrijfskundig verantwoorde wijze worden aangereikt. Dat, waarbij altijd het wonderlijke uitgangspunt is, dames en heren, ik vertel het u er maar even bij voor het geval u het nog misschien zelf bedacht had, dat bedrijven altijd enorm efficiënt zijn. Of dat zij in principe aan de samenleving een positieve bijdrage willen geven. Dat hun uitgangspunt is. Maar dat is hun uitgangspunt helemaal niet. Hun uitgangspunt is winstmaximalisatie. Je stopt er op 1 januari een gulden in. En dan moet er 1 januari, ja, daarna moet er 1 gulden 10 uitkomen. 1 gulden 1 is nog net te tolereren, maar dat kan niet lang duren als je de investeerders mag geloven. En nog mooier is als er 2 gulden uitkomen natuurlijk. Dat is waar bedrijven voor zijn. Daar is niks tegen. Want ze claimen meestal ook niet dat ze meer willen dan dat. Daar is helemaal niks tegen. Maar is het de taak van de universiteit om er op 1 januari 1 gulden in te doen en om er een jaar later 1 gulden 10 uit te krijgen? Nee, bij mijn weten helemaal niet. Moet je bijvoorbeeld van ziekenhuizen bedrijven maken die bedrijfskundig gerund worden? Nou, ik weet niet of... Ja, dat wil mevrouw Schippers, zoals u weet. Hè? Ben ik ook nog niet doorgebeld. Dat is iets, ik kan u wel zeggen, ik zit de hele middag bij de telefoon. En je denkt altijd, en dan gaat hij en dan rinkel de kinkel en dan nooit is het Rutte. Of Schippers, ze kunnen nog een beetje bijsturen. Ze kunnen de geschiedenis nog halen als een min of meer normaal kabinet. Maar als ze niet bellen, dan ben ik bang dat dat niet gaat gebeuren. Ja, en ik hoop nog net tijd te hebben om de geschiedenis van het kabinet te schrijven. Hè? Wij maken de balans op achteraf. Dat wordt nog wel eens vergeten door de dames en heren politici. Ja, wat is voor een ziekenhuis aantrekkelijker dan om allerlei standaard operaties op een zo groot mogelijke schaal uit te voeren of het nou nuttig is, ja of nee. Hè? Wij zijn al overgeschakeld, 12 jaar geleden, op een fee-for-service model. U zou voor de aardigheid de statistiekjes eens moeten raadplegen hoe we na 2000, niet waar, hoe de kostenstijging zich heeft ontwikkeld. En dat is voor een ziekenhuis, hoe meer heupen, hè, u komt binnen, u loopt een beetje kreupeld, ik zie het al, daar moet een nieuwe heup in. Als we toch bezig zijn, kunnen we veel beter 2 nieuwe heupen plaatsen. En uw hoofd staat ons eigenlijk ook niet aan, wij plaatsen ook een nieuw hoofd. Speciaal voor u ontwikkeld in Japan. En door die tweeling voor verzorgd met een leuk klein modelletje. Ook kennelijk heeft u dat niet gezien, maar dat doet er niks toe. Ja, in de late jaren 90 werd ook ons verteld, het gaat eigenlijk altijd zo als het een tijdje echt heel erg goed gaat, dat er sprake was van een heel nieuwe economie. Een frictieloze economie. En waarom een frictieloze economie? Want alles nu met computers ging. Dus vroeger had je voorraad opbouw, maar dat was helemaal niet meer nodig. Dat was al een beetje overal ingevoerd, just in time. De economie zou door zijn frictieloosheid ook de conjunctuurbeweging verliezen. Want die wordt deels gestuurd door voorraad opbouw, die dan net iets te veel wordt. En zo krijg je die bekende golfbeweging. Maar die was er nu dus niet meer, zei men. Hè? Altijd als ze u wijs maken dat de groei even gaat duren. Dat de klassieke patronen van de economie, dat die nu verdwenen zijn, dan moet u dat niet geloven. Dat is ons in de jaren 60 wijsgemaakt. Toen geloofde ik het. Toen was ik jong. He? Ja, hoop. Ik verwijs even naar uw college. Wij hoopten toen, wij verwachten eigenlijk als vanzelfsprekend, de groei ging eeuwig duren. Dat werd je ook wijsgemaakt aan de universiteit. Dus ja, een ezel stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. Dus toen ze het in de jaren 90 beweerden, dacht ik, dat wil ik nog wel eens zien. En we doen even een beetje een vlot cyclische geschiedenistheorie, gooien we er tegenaan. Als u in de jaren 20, als de jongeren onder u in de jaren 20, als we die hele leverage hebben afgebouwd van de afgelopen 15 jaar en de zaak draait weer als een tierenlier en u leest weer in de kwaliteitskrant,
He, nou, misschien dat u de, ja, ik hoop dat u de kwaliteitskrant leest, tenminste. Ja, ik probeer me nu ineens merkwaardig, een soort ziekelijke afwijking. Wat zou de krant van Wakker Nederland in de jaren 20 over Wesley Snijder en zijn vrouw schrijven? He? Die zijn dan 10 jaar ouder. En hij kan niet meer voetballen en haar borsten gaan hangen en, nou ja. Dat moeten de meest dramatische artikelen worden. Sorry dat ik daar even aan dacht. Maar als u dan weer leest over 10 jaar, hè, dat alles nu anders is geworden. Het is een heel nieuwe economie en met ook die en dan nu natuurlijk ook met die smartphones erbij, die dan nog veel smarter zijn dan ze nu al zijn, leven we in een totaal andere wereld. Denkt u dan even terug aan mij. Gaat u desnoods een roosje op mijn graf leggen. En daarbij zegt u dan, dankjewel dat het je me hebt verteld dat dit niet lang gaat duren. Ja, u zult zien, het helpt helemaal niks. Want de waan van de dag, dat kan ik u absoluut verzekeren. De waan van de dag is niet tegen te vechten. Hè? De hele kunst is om te weten wanneer die waan bijna is afgelopen en dan er tegen te ageren. Begint u al halverwege tegen de waan van de dag te ageren, dan wordt u in het ergste geval opgesloten. He? En anders wordt u voor gek verklaard, gemarginaliseerd, u wordt malle pietje. He? Maar als het net zo'n beetje op de kentering is, dan bent u een profeet van datgene wat gaan veranderen. He? Dus dat moet u vrij scherp in de gaten houden. En dat valt om de drommel nog niet mee. We zullen zo zien dat in 2007 alle deskundigen nog van mening waren dat alles in de best mogelijke orde was. Allemaal geleerden, allemaal mensen die ervoor doorgestudeerd hadden. En kijk eens, we moeten nog één wellicht een beetje pijnlijk onderwerp aan de orde stellen. Hoe reageerde links op de triomf van de markt? Op de triomf van een min of meer ongereguleerd kapitalisme? Wat deed links met die dominante waan van het decennium, laten we het maar even zo noemen. Ja, wij kunnen niet anders dan toegeven dan dat links voor een heel belangrijk gedeelte in de waan van het decennium is meegegaan. En ook is gaan geloven in de waan van het decennium en ook ervan overtuigd was dat zaken echt het allerbeste bedrijfsmatig gerund konden worden en dat de markt in de meeste situaties ook de beste oplossing zou kunnen zijn. Maar ze hebben toch een soort alternatief proberen te verzinnen. En dat alternatief heet de derde weg. En de bekendste vertegenwoordigers van de derde weg in de jaren 90 waren natuurlijk dat flashing duo, kan niet anders. Wat is flashing in het Nederlands? Blitz, vlot. Tony Blair en Bill Clinton. Hè? U herinnert zich waarschijnlijk niet meer, maar ik wel. Want ik heb me er grenzeloos aan geërgerd dat Tony Blair minister-president in Engeland werd in 1997. Hè? En dat hij ook in de Nederlandse kranten werd uitgeroepen als, u begrijpt het al, de Messias zelf. En op de Labour Conference kwam hij binnen door een heel klein poortje aan de achterkant van de zaal. Dat is speciaal, hadden ze daar de hele muur voor opengebroken, denk ik. En in een duistere zaal liep hij met die kwieke pas, hè, die hij over zich had vanwege de zegen van de Heeren. Liep hij naar voren en hij werd gevolgd door zo'n spotje, alsof de Heere zelf zijn licht op hem liet schijnen. En in de Nederlandse kranten stond ook, Tony Blair zou ons uit de benauwenis gaan redden. We wisten het absoluut 100% zeker. Het was enigszins te vergelijken met Obama, met slechts één enkel verschil, dat Tony Blair niet bruin was. He? Wat hij wel betreurd zal hebben, neem ik aan. Dat scheelt wel een beetje natuurlijk. Heb je nog een emancipatietje extra erbij, als het ware. En toen heb ik een stukje geschreven, nou begrijpt u dit bittere commentaar pas, dat volgens mij niet lang zou gaan duren. En u begrijpt, ik heb het grootste gelijk van de wereld gekregen, maar oh wee, wat ben ik afgestraft in de Volkskrant over mijn gebrek aan vertrouwen in de Messias zelf. Hè? En als er nou iemand mislukt is, dan is het toch Tony Blair wel. Ja, want die had op zichzelf wel verstandige ideeën. En heeft zich er dus laten inluizen door die halve garen aan de overkant van de Oost-Atlantische Oceaan. Begrijpt u dat nou? Hè?
We mogen aannemen dat IQ van Blair 2 keer zo hoog was als dat van Bush. En wie heeft het gewonnen? Ja, degene die het grootste land heeft. Zo werkt dat. Tony Blair en Bill Clinton. Ja, en Bill Clinton. Ja, het tactische steekspel met Newt Gingrich heeft hij gewonnen. Daar bestaat helemaal geen twijfel over. En dat komt een beetje omdat Newt Gingrich ook toen al niet goed bij zijn hoofd was. Dat is niet een recente ontwikkeling. Dat is altijd zo geweest met Newt Gingrich. Dus ja, dat heeft hij gewonnen. Heeft hij beleidsmatig de strijd gewonnen? Nee, dat zou ik zeggen van niet. Beleidsmatig heeft hij zich, naar mijn gevoel, net iets te veel aangepast. En dan komen we misschien tenslotte aan de meest interessante figuur van de derde weg. He, door velen toen beschouwd als misschien wel de beste derde wegger van allemaal. Wim Kok. Ja, eerst heeft hij zijn ideologische veren afgeschud. Want ja, u begrijpt wat dat eigenlijk betekent. Achteraf gezien dat hij de laatste sociaal-democratische principes heeft laten varen. En ook dacht van, die markt, dat is wat. Ik denk niet dat we ooit liberalere kabinetten hebben gehad dan Paars 1 en Paars 2. Al werden ze dan geleid door een voormalige sociaaldemocraat. Maar feit is wel dat Nederland zijn verzorgingsstaat op een vrij efficiënte manier gesaneerd heeft. Misschien iets te ver door is gegaan met dat neoliberale denken, met de neoliberale oplossingen, maar toch veel minder dan elders. En misschien is er achteraf wel iets in positieve zin over dat poldermodel te zeggen. In ieder geval waren we niet zo achterlijk gepolariseerd als we in de laatste jaren zijn geworden. Ik denk dat dat zo'n beetje het meest positieve is wat we over de zaak kunnen zeggen. Maar is men te ver meegegaan in die jaren? Ja, valt dat te verwijten? Ik vind dat moeilijk om dat achteraf te constateren. Nogmaals, u zult zien, als u tijd van leven heeft, dat u over 15 jaar terugkijkt op wat u nu gedacht heeft. Daarom zou ik u willen aansporen vanavond, nadat u de Mormoonse kerk bestudeerd heeft, 2 A4'tjes vol te schrijven met uw kerngedachten. Wat denk ik over de samenleving en u kunt eventueel ook over uw partner iets zeggen, dat is helemaal geen probleem. En dat doet u in een envelop en die verzegelt u en die laat u door een notaris afstempelen. En dan kijkt u voor mijn lol over 15 jaar nog eens even in die envelop. He? U zult zich te takken schrikken. He? U zult zeggen, ben ik dat? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat ik zulke rare ideeën had? Afgezien van een enkeling die inderdaad echt constant is in zijn ideeën. Maar dat zijn er maar heel erg weinig. Ik denk dat het handig is om nu weer even u te laten kuchen. Het is ook een heel zwaar half uur geweest, dat begrijp ik ook wel. Dus doet u dat maar. Ja, misschien moet ik dan maar weer beginnen. Ik hoor tot mijn ontsteltenis dat ik daarachter eigenlijk nauwelijks te verstaan ben. Ze hadden daar de indruk dat ik Rutte de beste minister-president sinds Thorbecke vond. Dat er is toch iets fout gegaan in de loop van. Ik kan daar heel weinig aan doen, omdat de luidsprekers natuurlijk die kant op gericht zijn en u daar geen luidsprekers heeft. En kunt u mij wel goed verstaan als ik zo blijf staan? Ja. Dus ik moet eigenlijk een soort rondje lopen. Het is niet de meest ideale zaal voor dit soort van dingen, maar daar is nog helemaal heel weinig aan te doen op dit moment. Ik kan u maar 1 ding aanbevelen. Koop dat boekje, daar staat het ook allemaal in. Dus. Ja, er wordt gezegd dat ik op dat spreekgestoelte zou moeten gaan staan. Maar dat helpt denk ik niet echt. En bovendien geloof ik dat dat eigenlijk ethisch verboden is. Dan mag je alleen staan bij je inaugurale reden. En hoe graag ik ook een inaugurale reden zou houden waarin ik nog eens duidelijk uitleg wat een klote kabinet we hebben. Dat is not done. Dus dat gaan we nou, maar ik weet ook niet hoe het geluid daar aan moet. En ik kan er ook veel moeilijker in bewegen, daar heb ik ook de pest aan. Hè? Ja, de enige keer dat ik er ooit gestaan heb, keek ik na 1 minuut of 5, ik was echt bevlogen was ik begonnen. En ik keek 1 minuut of 5 nadat ik gestart was, was ik zo rustig geworden dat ik ook een beetje rondkijken. En ik keek schuin naar beneden en dan zag ik een fameus collega van mij die in diepe slaap geraakt was. Na 5 minuten al.
Ja, ik ga u niet verklappen wie het was. Want zij beschikte bovendien over het talent om precies op tijd wakker te worden. Dan wist je eigenlijk, als zij wakker werd, wist je dat ze een beetje afgelopen was. Enorm handig eigenlijk. Ja, het zal u niet verbazen, maar Bill Clinton heeft de deregulering full speed voortgezet. Tijdens zijn twee ambtstermijnen. En eigenlijk zijn de gevolgen van die deregulering steeds ongeveer dezelfde geweest. Namelijk totaal anders dan ze eigenlijk verwacht hadden bij het begin van de deregulering. Een fraai voorbeeld daarvan is de Telecommunications Act van 1996. Waarvan de bedoeling was om, u begrijpt, hè, markt, hè, competitie, het kapitalisme. De bedoeling was om in feite de telecommunicatiemarkt veel competitiever te maken dan die was. En u begrijpt al wat er gebeurd is. Na die wet zijn er een hele reeks van reusachtige fusies tot stand gekomen in de telecommunicatiemarkt. En was de competitie uiteindelijk veel minder dan die voor dat wetsontwerp was aangenomen. En dit contraproductieve effect gold eigenlijk voor heel veel van die wetgeving. Zonder dat iemand er ooit één conclusie uit heeft getrokken. Ja, tot het totaal, nou ja, fout is gegaan, dat is het. En zelfs nu worden de conclusies er niet uit getrokken. Veel belangrijker nog, althans voor ons verhaal, is de Financial Services Modernization Act van 1999, waarin een einde werd gemaakt aan het onderscheid tussen zakenbanken aan de ene kant en normale depositobanken aan de andere kant, waar ik het kort over gehad heb toen het over de jaren 30 ging. In de jaren 30 hebben ze dat onderscheid wettelijk vastgelegd, zodat depositobanken niet een beetje wild konden gaan speculeren met uw spaarcentjes. En dat onderscheid wordt nu ongedaan gemaakt, wettelijk ongedaan gemaakt. Het was al weggesleten. Er hadden zich in de financiële sector al allerlei reusachtige fusies voorgedaan, waardoor gigantische bedrijven waren ontstaan die op geen enkele wijze niet waar konden leven met die wetgeving van de jaren 30, de zogenaamde Glass-Steagall-wet was dat. Maar die wordt nu dus ook de facto doodverklaard. Alan Greenspan, zal u ook niet verbazen, vond het geweldig. Geweldig idee, hoe grootschaliger de Amerikaanse financiële industrie, hoe beter die dominant zou kunnen blijven eigenlijk in de wereldwijde financiële markt. En dat is ook jammer genoeg het geval gebleken. Precies een jaar daarna werd de Commodity Futures Modernization Act aangenomen. Nadat eerst een deftige commissie onderzoek had gedaan naar de bedoelingen van die wet. In die commissie zaten Alan Greenspan weer. En ook Lawrence Summers, die u zich misschien nog net herinnert als een van de belangrijkste financiële adviseurs van notabene Obama in de eerste jaren van zijn presidentschap. En wat beoogde die Commodity Futures Modernization Act? Die beoogde eigenlijk iets negatiefs. Er waren namelijk stemmen opgegaan, verstandige stemmen, rustige stemmen, objectieve stemmen. Die hadden gezegd, is die derivatenhandel waar we aan begonnen zijn in de late jaren 80 wel zo'n geweldig verstandig idee? En als we daar niet helemaal een eind aan kunnen maken, zou het dan niet verstandig zijn om die derivatenhandel te reguleren? En wat is nu de bedoeling van de Commodity Futures Modernization Act? Om het vooral niet te reguleren. Dat staat in die wet, dat we gaan het niet reguleren. Want, u begrijpt het ook alweer, wie is de beste regulator van de derivatenhandel? De markt natuurlijk. Wat een waanzinnig idee om de markt hier voor de voeten te willen gaan lopen met allerlei regelgeving die ongetwijfeld nergens goed voor zou zijn. En dat zijn natuurlijk ook Greenspan en Lawrence Summers. En zo werd de derivatenhandel niet gereguleerd. Zelfs Clinton heeft achteraf toegegeven dat dat niet al te verstandig is geweest. Ja, ik begreep dat hij nu werd voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Ja, ik heb onmiddellijk een telegram gestuurd en ze dan net zo goed aan mij kunnen geven. Hè? Ik zag helemaal geen bijzondere distinctie voor Bill Clinton om de Nobelprijs voor de Vrede te krijgen. Ja, zult u zeggen, Daytonakkoord, dat is voornamelijk het werk van Richard Holbrooke en bovendien nogal rijkelijk laat. Wat zou je nog meer kunnen verzinnen? De Oslo-akkoorden? Die heeft hij helemaal niet verzonnen en ook niet uitonderhandeld, die waren er. Alleen hij heeft ze nog eens bevestigd met die fameuze ontmoeting op het grasveld van het Witte Huis. Als u zich dat nog herinnert, u weet dat Arafat en Rabin moesten elkaar de hand schudden.
En Arafat die ging enthousiast de hand van Rabin schudden. En Rabin die voelde er niets voor. Die heeft zich waarschijnlijk tot zijn dood er nog voor geschaamd. En die schudde zo'n beetje mee met Arafat. Ja, het is een van die magistrale scènes die je herinnert uit de recente geschiedenis. Dan denk je toch goed dat er tv-camera's zijn. Dat je dat te zien krijgt. Hè? Willy Brandt die op zijn knieën zingt voor het ghetto-monument in Warschau. Hè? Of Mitterrand en Kohl die hand in hand bij het monument van Verdun staan. Of dit merkwaardige kortsluitingsmonument. Die zouden ze eigenlijk allemaal eens moeten verzamelen. Op een leuk verzamelbandje. Hè? En dat noemen we dan Pinkentraantje weg. Ja, zo hebben we eigenlijk langzamerhand alle elementen in gereedheid gebracht voor de grote kredietcrisis. Allereerst natuurlijk de deregulering, die eigenlijk al gaande was sinds de late jaren 70. Die ondertussen, ook door de opkomst van de computers en de CDO's en de CDS'en, de wonderlijkste speculatieve praktijken mogelijk had gemaakt. Sterker nog, die wonderlijke speculatieve praktijken werden zelfs uitgesproken toegejuicht door diegene die er toezicht op moest houden, namelijk Alan Greenspan, die toen al was uitgegroeid eigenlijk tot het kerstmannetje van het kapitalisme. In het voorjaar van 2000, dat is een heel wezenlijk element, kwam er plotseling een eind aan die dotcom-bubbel, waar ik al over gesproken heb. U voelde het al aankomen dat dat niet echt heel lang door zou kunnen gaan. En de koersen in Wall Street stortten volledig in enkele maanden. Zijn ondertussen overigens alweer heel aardig opgekrabbeld, hè, want het gaat in Wall Street altijd een stuk sneller dan het bij de AEX gaat. Want dan zat ik thuis nog even over na te denken, is er niet een moment geweest dat de AEX ergens boven de 700 stond? Welke beleggers zijn hier nu naartoe gekomen op een oude fiets, omdat ze hun hele vermogen eigenlijk verjubeld hebben met die AEX? Ja? September 2000 stond hij boven de 700. September 2000 boven de 700. Nu op 330 of zo, hè? 324 of 5. Zo, u houdt een scherm bij, dat begrijp ik wel. Ja. Komt hij ooit op 700? Nou, maar ik heb nog een veel dramatischer feit voor u. Weet u dat de Nikkei, die tegenwoordig op 6.500 staat of zo, hè? Als ik het wel heb. Ja, u ziet, ik hou het ook scherp bij. Ja, ik beleg niks voor, maakt u zich geen zorgen. De Nikkei heeft ooit op 36.000 gestaan. Die is dus 30.000 punten gezakt. Ja, wel begrijpelijk dat de Japanners een beetje depressief zijn geworden. Ja, in het voorjaar van 2000 knalt die dotcom-bubbel uit elkaar. En dat leidt natuurlijk tot een recessie. In de Verenigde Staten leidt dat tot recessie. Het leidt in feite tot een wereldwijde recessie. We waren er toen erg van gedeprimeerd. En we hebben gedacht dat het jarenlang recessie was. Achteraf zijn veel van die cijfers gecorrigeerd door het Centraal Planbureau. We groeiden niet snel, maar we bleken eigenlijk ook niet echt in recessie te hebben verkeerd. Of althans de meeste jaren niet. En om die recessie te bestrijden, pompte de Fed onder leiding van Alan Greenspan geld in de economie. Of hij zorgde voor spotgoedkoop geld. Voor hele lage rentes. Eigenlijk zorgde hij voor gratis geld. He, als je een beetje rekening houdt met een of niet spectaculaire inflatie. Maar de rente was zo laag dat het geld eigenlijk voor niks was. En daar is de Fed veel te lang mee doorgegaan. Feitelijk kun je constateren dat enkele jaren het geld voor niks geleend kon worden. En de vraag is natuurlijk, waarom is de Fed daar zo lang mee doorgegaan? Want de recessie op zichzelf, wat is recessie, daar is zo'n technische definitie voor, krimpen twee kwartalen of zo, dat is recessie. De echte recessie was eigenlijk vrij snel voorbij in de Verenigde Staten. Maar toch bleef de Fed maar geld in het systeem pompen, of althans goedkoop geld produceren. En dat kwam eigenlijk omdat voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis het herstel na de recessie niet leidde tot een snelle vermindering van de werkloosheid. Het was jobless growth, zoals dat heet. In feite iets waar de Amerikanen nu ook al een jaar of twee mee te maken hebben. En hoe los je zo'n probleem op? En Alan Greenspan dacht, ik blijf er gewoon dat goedkope geld in steken, dan komt het vanzelf wel goed. Maar daardoor eigenlijk werd er veel te veel goedkoop geld in die economie gepompt. En bovendien was er ondertussen een tweede omvangrijke geldstroom op gang gekomen, namelijk Chinees geld.
in de zin dat de Amerikanen enorme hoeveelheden Chinese goederen afnamen. Ja, ik wou zeggen de iPhone, maar die had je toen nog niet. Maar u weet het, gymschoenen en spotgoedkope onderbroeken en nou ja, al die dingen. Sokken, hè. Heb ik u al verteld dat er in China een stad is die alleen maar sokken produceert. Ja, als daar morgen door een explosie, dan hebben we, moeten we jarenlang zonder sokken door het leven. Het is eigenlijk een sokkenmonopolist, zou je kunnen zeggen. Ja, je hebt een paar gespecialiseerde bedrijven die wintersport sokken maken, maar ja, dat is ook een beetje een pijnlijk onderwerp geworden. Zo gaan we het maar ook weer niet over hebben. Chinees geld. Want de Chinezen hadden weliswaar enorm veel spullen om te exporteren naar de Verenigde Staten, maar de Verenigde Staten hadden frappant weinig spullen om te exporteren naar China. Eigenlijk maar ja, wat exporteren de Amerikanen, ja, vliegtuigen, dat konden ze wel exporteren, maar voor de rest was er niet veel. Met als gevolg dat die financiële relatie tussen die twee landen heel wonderlijk was en dat de Chinezen om hun eigen export op gang te houden wel gedwongen waren om Amerikaans schatkistpapier te kopen. Zo bleef eigenlijk een soort wonderlijke cirkel draaien dat in zekere zin de Chinezen hun eigen export betaalden. Nou ja, zo moet ik het misschien niet formuleren, maar het is het kwam er in ieder geval op neer dat er enorme hoeveelheden geld in de Amerikaanse economie waren op zoek naar, waar is geld altijd naar, op zoek naar rendement. Op zoek naar rendement. En zodoende is de vraag, wat gebeurde er met al dat geld? Al dat geld verdween uiteindelijk in de onroerend goedmarkt. Dat is vaak een ideale plek, omdat veel mensen denken dat ze daar, veel individuen denken dat ze daar eigenlijk zonder al te veel ervoor te doen rijk kunnen worden. Tegenwoordig verkeren we in een situatie waar je zonder al te veel te doen aan de arm van kunt worden, maar toen was dat precies omgekeerd. De Amerikaanse huizenprijzen stegen al een jaar of wat. En de verwachting was, heb ik u ook al geschetst, dat ze nog wel een tijdje door zouden stijgen. En er kwam nog een punt bij, dat de Amerikaanse overheid, zowel onder Bill Clinton als onder George Bush, in feite van plan was om een zogenaamde owner's society te worden. Dat wil zeggen, men streefde ernaar dat ook de minvermogenden, de mensen met kleine inkomens, kleine, niet al te stabiele inkomens, ook in staat zouden zijn om een huis te kopen. En daarvoor is eigenlijk ontwikkeld de zogenaamde subprime markt. Ik weet niet precies hoe je dat in het Nederlands moet vertalen, maar wat is een subprime hypotheek? Dat is een hypotheek die de betrokkenen eigenlijk alleen kunnen betalen als alles mee blijft zitten. Dus de huizenprijzen blijven stijgen en de rente stijgt niet en zij zelf houden het baantje waar ze niet al te zeker van zijn. Als dat allemaal het geval is, dan blijft de subprime hypotheek redelijk betaalbaar. En er waren ook twee bedrijven die merkwaardig genoeg Freddie Mac en Fannie Mae heten. Oorspronkelijk overheidsbedrijven die zich bezighielden met de hypotheekfinanciering, later geprivatiseerde bedrijven worden, tegenwoordig weer genationaliseerd en nu weet eigenlijk niemand precies wat daarmee moet gebeuren. En ook die twee reuzenbedrijven die waren actief in die subprime markt. En aanvankelijk ging het nog wel met het soort van hypotheken wat daar werd afgesloten. Maar tenslotte zo ongeveer vanaf 2003 begon dat eigenlijk op grote schaal uit de hand te lopen. Er verschenen nieuwe agressieve hypotheekaanbieders in die subprime markt. Fannie Mae en Freddie Mac wouden niet achterblijven, geen marktaandeel verliezen. Dus die gingen ook hun criteria wat losser maken voor de hypotheekverstrekking. En zo in feite ontstond een soort van wonderbaarlijk wildwestachtige hypotheekmarkt in de Verenigde Staten. Die, nou ja, ik weet niet hoe je dat het beste, het begon met onverantwoordelijke praktijken en het eindigde met frauduleuze en criminele praktijken. En een klassiek voorbeeld is de teaserloan. Dus u krijgt een hypotheek en daar betaalt u 5% per jaar op. Maar in de kleine lettertjes staat dat na 2 jaar of na 5 jaar gaat uw rente van 5% naar 10%. Maar omdat het idee is van, nou ja, alles is in de best mogelijke orde, de prijs van het huis zal doorstijgen, zo'n probleem is dat in feite niet, lag niemand wakker van. Die teaserloans, die werden afgesloten. Het woord zegt het al, je had ook liar loans.
waarbij eigenlijk de betrokken partijen heel goed wisten dat ze elkaar voor het lapje hielden. Dat de betrokkenen niet voldoende inkomen had om die hypotheek te betalen. Maar toch werden ze afgesloten. Omdat natuurlijk degene die het afsloot, die kon meteen die hypotheek in principe doorverkopen naar... En daar komt het toneelstuk, en waarom heb ik u dat verhaal verteld over die CDO's, die collateral and debt obligations. Al die hypotheken, al die subprime hypotheken, die in feite steeds onbetrouwbaarder en onbetrouwbaarder en onbetrouwbaarder werden tussen 2003 en 2006. Al die hypotheken werden gebundeld in CDO's, getrancheerd en vervolgens op de markt gebracht. Als triple E investeringsinstrument. Want dat was het mooie van deze hele organisatie, dat de credit raters, die heb ik u al eerder beschreven als ongelooflijke boeven. Die zouden eigenlijk alle drie gesloten hebben moeten worden na de avonturen die we in de kredietcrisis beleefd hebben. Maar u begrijpt dat dat helemaal niet gebeurd is. Die mogen nu Europese landen gratis en voor niks verdacht maken. En ik ben ervan overtuigd dat ze daar ook op een of andere manier voor betaald worden. Want het zijn en het blijven boeven wat mij betreft. Maar dus wat in feite deels betrekkelijk onbetrouwbare investeringsinstrumenten waren, werd verkocht met een triple-E-rating. In een markt waarin wereldwijd geld op zoek was naar betere rendementen dan die je op staatspapier zou kunnen ontvangen. En die kreeg je nou juist zo fijn op die CDO's. En zo werden wereldwijd deze door en door onbetrouwbare investeringsinstrumenten verkocht. Omdat eigenlijk niemand precies toezicht hield op die verpakking van al die hypotheken. Niemand precies wist hoe het met die tranchering in elkaar zat. Waar de tranches begonnen, waarbij je in feite er vrijwel zeker van kon zijn dat het niet terugbetaald zou worden. Als het althans fout zou gaan. Al die dingen waren onzekerheden. En het zal u ook niet verbazen, heb ik het ook al over gehad natuurlijk, dat de risico-evaluatie van al deze fantastische instrumenten in feite volstrekt onvoldoende was. En uiteindelijk ook niet juist is gebleken. Laat ik u even laten zien hoe groot die groei was in die CDO-markt. In het jaar 2000 werden er voor 275 miljard dollar van die CDO's geproduceerd. 6 jaar later, 2006, voor 4700 miljard dollar. Dat is 4,7 triljoen dollars en dat noemen wij een biljoen. Al hoor je dat woord betrekkelijk weinig, omdat niemand precies weet wat het is, noemen we het eigenlijk maar gewoon 4700 miljard. Allemaal eigenlijk betrekkelijk onoverzichtelijk. En dan gaat het op een goed moment gaat het fout. En wanneer gaat het fout? Eigenlijk eind 2006 gaat het fout. Want de eindeloze stijging van de Amerikaanse huizenprijzen, die komt tot stilstand. Die is 10 jaar is het gestegen, nou, een hele mooie tijd natuurlijk, en nu houdt het op. En de rente was al enkele jaren aan het stijgen. En het gecombineerde effect bleek in feite dramatische effecten te hebben. Want het aantal mensen wat plotseling zijn hypotheek niet meer betalen kon, bleek veel en veel groter te zijn dan men eigenlijk gedacht had. En omdat die onzekerheid zo groot was over wat er eigenlijk verpakt was en hoe dat die tranchering in elkaar zat, sloop eigenlijk die onzekerheid door die hele kapitaalmarkt heen, die ondertussen dus ook nog enorm groot was geworden. U zal zich misschien nog afvragen, had Greenspan, die als voorzitter van de Fed de plicht heeft om toe te zien op dit soort van ontwikkelingen, had die er niks van gezegd? Nee. Wat zei Greenspan? Ja, het is de markt en misschien dat het een keer fout gaat, maar ach, dat vangen we dan wel op. Maar zolang de markt zegt dat het wel kan, is er in feite niks tegen. Waarbij die ook nog zei van ja, en daar heeft hij wel gelijk in op zichzelf, Amerika heeft helemaal niet één onroerend goedmarkt. Amerika heeft eigenlijk meerdere verschillende onroerend goedmarkten. Als u bijvoorbeeld 40 jaar geleden een huis heeft gekocht in Oklahoma, dan kan ik u verzekeren dat is nog precies evenveel waard als het 40 jaar geleden waard is. Het zal misschien een beetje met de inflatie zijn meegestegen, maar het is niet verschrikkelijk veel meer waard geworden. Vandaar dat het huis van Warren Buffett ook nooit meer waard wordt en altijd als voorbeeld wordt gegeven van zijn door en door bescheiden natuur.
De stijgmarkten zijn altijd, zodra je in Amerika de oceaan kunt zien, ben je niet alleen betrekkelijk verstandig, maar betaal je ook ontzettend veel voor het huis waar je in woont. Zo kun je het wel heel globaal, kun je het zo stellen eigenlijk. Je hebt de Blue States en je hebt de Red States. En de Blue States, die heet de Blue States omdat ze vlak bij de Blue Ocean liggen. Ja, dat verzin ik ter plekke. Dat moet je, u zit zo vertrouwenwekkend te kijken. Zo van, dat noteren we even. Wat interessant, dat wist ik helemaal niet. En terecht, u moet het meteen weer vergeten. Maar het is om te onthouden, is het wel handig. De Blue States, die liggen dichtbij. En u kunt eigenlijk de grote meren ook een heel klein beetje beschouwen als een soort binnenoceanen. Dus, en dan heeft u eigenlijk de hele zaak automatisch afgedekt. Het wonderlijkst van al is wel, heb ik u vast ook al verteld, maar ze kunnen het er altijd weer uitknippen. Niet waar dat in de Red States, niet waar wonen al die conservatieve republikeinen. Die lopen dag in dag uit agressief te hoop tegen de federale overheid. Die zij zien als een dief en een knechter en als een afschuwelijk dreigend totalitair systeem. Maar als u naar de subsidiestromen kijkt in de Amerikaanse samenleving, zult u iets heel opmerkelijks zien. De Red States. Ik zeg niet dat er geen enkele Red State is waar geen cent, waar iets verdiend wordt. Die zijn er wel, maar veel is het niet. De Blue States subsidiëren de Red States. Is dat niet opmerkelijk, hè? Het is eigenlijk hetzelfde een beetje als, ja, ik durf het nauwelijks, wij hebben ook in Nederland Red States, hè, rode provincies zou je kunnen zeggen, hè, en die moeten niks hebben van Den Haag, maar in het algemeen als u naar de subsidiestromen zou kijken, zijn dat nou juist de provincies die de meeste subsidies ontvangen. Ja. Het is een wonderlijke zaak, waarbij je natuurlijk al heel snel begint af te vragen, hoe komt het dat door de nabijheid van de oceaan, de economie eigenlijk veel dynamischer en expansiever is dan in Oklahoma bijvoorbeeld. Nou ja, ik ben ooit een dag in Oklahoma geweest. Ik moet u zeggen, ik heb ook de staat zo snel mogelijk weer verlaten. En ik begreep dat dat ook voor heel veel inwoners van Oklahoma een lievelingsverlangen is, wat vaak als gevolg van het lage inkomen niet te realiseren valt. Ja, zo stort eigenlijk in 2007 die hele markt in feite in. En met name degene die dus zo'n variabele rente hadden afgesproken, die waren wel bij uitstek, waren die de pineut. U begrijpt, ik sta dat nu zo te vertellen, alsof ik dat ook allemaal wist in 2007, maar mij was het toen niet zo verschrikkelijk opgevallen, moet ik u eerlijk bekennen. Maar het gekke is dat Greenspan ondertussen was opgevolgd door Ben Bernanke, de nieuwe voorzitter van de Fed, een man die zijn academische leven volledig had gewijd aan de studie van de Grote Depressie. En wat verklaarde Ben Bernanke in 2007 met eentonige regelmaat? The losses are contained. De hele zaak, we hebben de hele zaak volledig onder controle. Wees niet bevreesd, het is veel minder erg dan sommigen denken dat het is. Dus deze grote geleerde, de voorzitter van de Fed, een man die kon beschikken over alle denkbare cijfers die de Amerikaanse economie genereerde, die Ben Bernanke had het totaal bij het verkeerde eind. In feite waren allerlei banken al in 2007 begonnen met op enorme schaal af te schrijven op die verpakte hypotheken. En dat was een proces wat in 2008 werd voortgezet. Maar in 2008, dat is het jaar waarin uiteindelijk dat hele kaartenhuis wat men gecreëerd had met goedkoop geld en met eindeloos doorlenen, waarin dat hele kaartenhuis plotseling in elkaar, nou plotseling, over in de loop van een aantal maanden in elkaar stort. En dat begint met een van die zakenbanken, Bear Stearns. Bear Stearns is nog gered. Dat is namelijk overgenomen door een nog grotere bank. En met hulp van de federale overheid. En toen kwam Lehman Brothers, hè, zo zijn we ook begonnen 3 weken geleden. Toen kwam Lehman Brothers in de problemen. En toen zeiden Paulsen en Bernanke, ja, we hebben zoveel kritiek gehad op het redden van Bear Stearns. Nou gaan we ze even niet redden. Hè. De markt moet nu maar zijn loop hebben. Het kapitalisme moet maar zijn loop hebben. Dat hebben ze geweten. Weer een ongelofelijke misslag in feite. Want Lehman gaat failliet. Op 15 september
van 2008. En dat is eigenlijk het dramatische begin van de kredietcrisis. Want als Lehman failliet gaat, wat betekent dat voor investeerders? Als de op twee na grootste zakenbank van de Verenigde Staten en wellicht ook van de hele wereld op failliet gaat, omdat ze zoveel van die CDO's in portefeuille hebben, wat betekent dat dan voor al die andere banken? Hoe zeker kunnen we zijn van de beleggingsportefeuilles van enigszins vergelijkbare financiële instituties? En wat misschien nog wel erger was, de banken vertrouwden elkaar niet meer. En dat is altijd een drama voor de financiële industrie, want die banken zijn, als ik het goed begrepen heb, de hele dag bezig met aan elkaar geld te lenen, waar ze dan kennelijk ook weer geld aan verdienen. Dus de banken hielden ook op met aan elkaar geld te lenen. En daarom heet het kredietcrisis, omdat in feite het hele kredietverstrekkende mechaniek plotseling tot stilstand komt. Ja, hier moet u wel gaan kuchen, dit is zo dramatisch. U mag weer fijn gaan kuchen. Dames en heren, ik wou toch maar weer beginnen. Voor wat ik u kan beloven dat de laatste etappe is. Zo'n beetje richting Champs-Élysées. Al is het, wat daar gebeurt is vaak ook achteraf gezien niet helemaal in de haak natuurlijk. Want vrijwel iedereen die op dat podiumpje heeft gestaan de afgelopen 15 jaar, die kon nauwelijks overeind staan van de drugs. Dus blijkt altijd dat hij nummer 2 of nummer 3 gewonnen heeft. Waar we nog van uitgaan dat nummer 2 en nummer 3 dan dus geen drugs hebben gebruikt. Hè? Terwijl, ja, als ik het zo een beetje aankijk, dan is het eigenlijk voor zelfs goed getrainde jongelui is het een onmogelijke opgave. Dus zonder drugs kom je er sowieso niet doorheen. Dus waarom geven we het eigenlijk niet vrij? En dat ze gewoon van tevoren volledig volgepompt worden. Ja, een beetje is dat ook gebeurd in die kredietcrisis. 15 september hebben we nu net gehad. Een dramatische dag. Bovendien een dag eigenlijk die vrij beslissend bleek voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2008. Omdat met name de verwarde bejaarden die in dat jaar uitkwam voor de Republikeinse Partij er een potje van heeft gemaakt in zijn commentaar op de gebeurtenissen van die dag, de 15e september. Terwijl degene die tenslotte gekozen is, Obama, heel verstandig bleek te opereren. Dus ook in die zin was het een soort draaipunt. 16 september, de dag daarna, bleek plotseling dat de grootste kredietverzekeraar ter wereld, genaamd die American International Group, ook wel bekend als AIG, dat die in de grootst mogelijke financiële problemen verkeerde. En uiteindelijk is dat het bedrijf wat de grootste hoeveelheid federaal geld heeft nodig gehad om enigszins overeind te blijven. In AIG is over een jaar of 2, 3 ongeveer $170 miljard gepompt. Ik begreep laatst overigens dat dat ook grotendeels weer teruggepompt is en dat AIG weer bezig is met spectaculaire winsten te maken, waarbij je dan altijd afvraagt, oh ja, hoe zit dat dan eigenlijk precies in elkaar? En wat eigenlijk in deze dagen duidelijk werd, was dat de hele financiële sector eigenlijk bedreigd werd door de gebeurtenis. En dat al die reuzenbanken, de producten van die reuzenfusies uit de 20 jaar daarvoor, too big to fail waren. Zoals het in die dagen en weken en in de jaren daarna heette. Zo groot dat als je ze failliet zou laten gaan, dat systeembedreigende effecten zou kunnen hebben. En zo heeft de Amerikaanse regering, een republikeinse regering natuurlijk toen nog, besloten om op grote schaal in te grijpen. En dat heeft geleid tot de Emergency Economic Stabilization Act van begin oktober van 2008. En dat heeft hij allerlei geld opgeleverd wat in dat Troubled Assets Relief Program gepompt is. Namelijk $700 miljard in eerste instantie om ervoor te zorgen dat niet de hele financiële sector om zou vallen. En we hadden in Europa eigenlijk, eerst dachten we even in Europa dat het ons voorbij zou gaan. Maar toen bleek eigenlijk al heel snel dat we er net zo diep in zaten als de Amerikanen zelf. En dat met name ook Europese banken en Japanse banken op enorme schaal al die rommel hadden gekocht die de Amerikanen in de jaren daarvoor met AAA-ratings hadden voorzien.
Ik weet niet of u zich dat nog herinnert, maar de begroting van 2008, Balkenende de Bos toen nog natuurlijk, was een enorme feestelijke begroting. We stonden er prima voor. En eigenlijk in no time, in tijdsloop van enkele dagen, bleek dat dat niet meer was dan een luchtkasteel en moest ook Bos op pad om de Nederlandse banken te gaan redden. Het is nog wel vermakelijk dat het Huis van Afgevaardigden in eerste instantie tegen dat Troubled Assets Relief Program heeft gestemd. Met de argumentatie, zeg, we leven hier niet in een socialistisch land. Als die lui zo stom zijn geweest om rommel te kopen die niks meer waard blijkt te zijn, nou ja, dan moeten ze het zelf maar weten, dan gaan ze maar op de fles. En die tegenstem van het Huis van Afgevaardigden, dat heeft toen geleid tot een van de meest spectaculaire koersdalingen van die jaren. En toen heeft vervolgens het Huis en de Senaat toch maar snel besloten om wel voor dat wetsontwerp te stemmen. De grootste groep van verliezers, laten we dat nog even constateren, waren 9 miljoen Amerikaanse huizenbezitters die hun huis in die crisis zijn kwijtgeraakt. En daarna zijn de grootste verliezers van dit fantastische spektakel, waarbij een feite een economisch-financiële elite zichzelf rijk heeft gestolen, dat zijn wij. Dat bent u en dat ben ik en dat zijn de Amerikaanse belastingbetalers. Dat zijn al die belastingbetalers en al die min of meer fatsoenlijke, rijke, democratische landen die opdraaien voor de megakosten die dit drama met zich mee heeft gebracht. En u weet ook wel dat degenen die er miljarden aan verdiend hebben, niet gebeld hebben en gezegd van goh, we hebben er zo'n spijt van. Ja, we willen het eigenlijk, kunt u ons een gironummer geven waarop we het terug kunnen storten? Want ja, ook die Rijkman Groening, dat is zo vervelend. Ik zit er eigenlijk elke dag, als ik wakker word, denk ik al, ik heb er geen recht op. Hè. Ik wil, want had Rijkman Groening ook wel opgestreken, ik geloof 34 miljoen euro. Hè. Dat hebben wij hier met z'n allen bij elkaar nog niet. Hè. Daar zie je aan, als je faalt in de bankaire sector, dat je er nog enorm leuk uitspringt. Hè? Ja. Dat is eigenlijk het pijnlijkste misschien van deze hele onderneming wel. Toen was natuurlijk de vraag, wat staat ons te doen? Ik bedoel, hoe kunnen we dergelijke crisis in de toekomst op enige wijze vermijden? En daarvoor moet je weten, wat zijn de oorzaken van het fenomeen? En die zijn deels de oorzaken die ik al die weken al genoemd heb natuurlijk, maar zijn deels misschien nog wel diepere oorzaken, waar ik het ook wel even over gehad heb. Maar in ieder geval was wel duidelijk dat een zekere re-regulering aan de orde was. Dat we veel te ver waren gegaan met deregulering. En bovendien waren er allerlei zaken die helemaal nooit gereguleerd waren, omdat het relatief nieuwe fenomenen waren. Neem de hedge funds, nieuwe investeringsorganisaties eigenlijk, meestal van grote particuliere vermogens. Neem de derivaten die wel bewust niet gereguleerd waren, omdat Greenspan en Summers meenden dat dat beter niet zou kunnen gebeuren. Al die dingen zouden nu gereguleerd moeten worden. En natuurlijk zou ook de hypotheekmarkt in feite hervormd moeten worden. Ja, god, wat doet het u denken? He? Ja, want wij hebben misschien niet zulke gekke dingen gedaan als de Amerikanen, maar dat er met onze hypotheekmarkt iets mis is, dat begint nu toch wel langzamerhand duidelijk te worden. Hè? Nou ja, misschien dat er voor de aanhangers van Rutte nog wel een beetje een pijnlijk moment is, maar en wie weet zijn ze in staat om nog een paar jaar de kop in zand te steken. Want als ja, daar zouden ze eigenlijk een Nobelprijs voor moeten uitvinden. Hè? Voor kop in zand steken, daar zou een speciale prijs voor moeten worden uitgereikt. En dan als dat gebeurt daar in Oslo, dat er een hele grote bak met zand staat. En dat de betrokkenen daar dan zijn hoofd in doet. En dat ze dan met zo'n stopworst erbij en nou ja, ja, wie zou het gaan winnen? CDA of de VVD? Nou, wij zijn veel te klein om interessant te zijn, dus wij gaan ook geen Nobelprijzen winnen. Hoewel, misschien toch een Nobelprijs voor Jolande Sap, is zij voorgedragen, dat weet ik eigenlijk niet. Er zijn 165 personen voorgedragen, dus het zou me verbazen als Jolande Sap er niet bij was. Hè? Onze trainingsmissie is voor korte tijd gestopt. Ik weet niet of u dat ook gevolgd hebt. Het leek mij een prima aanleiding om de zaak definitief te stoppen, maar daar zal het ook wel weer niet van komen, denk ik.
Nou, misschien kunnen Femke Halsema en Jolande Sap hem samen winnen. Hè? Zou wel een leuk duo zijn. Hè? Het zijn vaak meerdere vrouwen. Als het vrouwen zijn, zijn het meestal meerdere vrouwen tegelijkertijd die het winnen. U heeft het niet zo gevolgd, die Nobelprijs voor de Vrede. Dat begrijp ik eigenlijk al wel. Want het is eigenlijk een heel raar groepje als je er even over nadenkt. Ja, wat zou het beste zijn geweest om de kredietcrisis aan te pakken? Ongetwijfeld, dames en heren, het klinkt ook een beetje als wijsheid achteraf, maar een radicale aanpak. Radicaal in de zin dat we waarschijnlijk het beste die financiële instituties, die too big, too veel instituties hadden kunnen nationaliseren, opknippen in veel kleinere eenheden, herstellen van het verschil tussen zakenbanken en depositobanken en dan de hele zaak weer terugverkopen aan de markt. Dat zou het beste zijn geweest. En misschien toch ook wel een soort superheffing op al diegenen, nietwaar, die zich tussen, wat zullen we er eens van maken voor het gemak, 1990 en 2008 rijk gestolen hadden via al die wonderbaarlijke beleggingsconstructies die ze verzonnen hadden. Die ze trouwens meestal niet zelf verzonnen hadden, dat heb ik u verteld. Die zijn waren verzonnen door wiskundigen en natuurkundigen met computer. En niet door de bankdirecteuren zelf. U begrijpt ook wel waarom dat niet gebeurd is. Omdat dat politiek niet kon. Omdat daar simpelweg niet de politieke ruimte voor was. De ruimte die er was, is in Amerika gebruikt om de zogenaamde Dodd-Frank Act te produceren, die officieel de Wall Street Reform and Consumers Protection Act heet. Die is in juli 2010 door de president getekend. En ook de directeuren van de centrale banken bijeen in Basel hebben in de afgelopen jaren geprobeerd om, laten we zeggen, nieuwe regels op te stellen die de waarschijnlijkheid van dit soort van fantastische financiële ongelukken wat kleiner zouden maken. Als je Dodd-Frank bekijkt, dan zie je dat daar wel nuttige elementen in zitten. Re-regulering, de bescherming inderdaad van consumenten tegen de wonderlijke praktijken, bijvoorbeeld van de creditcarduitgevers. Dat zit er allemaal wel in, maar ik denk dat het niet genoeg is op den duur. Men heeft toen ook gepleit voor herstel van Glass-Steagall, dus het verschil tussen zakenbank en depositobank. Dat is niet overgenomen door de wetgever in dit geval. Bovendien is Dodd-Frank een raamwet die ingevuld moet worden door speciale commissies van de Amerikaanse volksvertegenwoordiging. Dat schiet voor geen meter op, heb ik begrepen uit de krant. In Dodd-Frank zit een speciale regeling die het depositobanken onmogelijk maakt om hun hele eigen vermogen voor speculatieve doelen in te zetten. Dat is de zogenaamde Volcker Rule. Maar nu las ik net vandaag in de New York Times dat daar nu alweer mee getriefeld wordt. En dat de lobbyisten van de banken zeggen, ja, dat is veel te ingewikkeld en daar kunnen we ons jammer genoeg niet aan. We zouden het graag willen natuurlijk, maar wij kunnen ons daar niet aan houden. En dan zijn er natuurlijk aan de horizon nog twee andere mogelijke probleemgebieden. Dat is natuurlijk de vraag van de toezichthouders zelf. Het was niet zo dat het Amerikaanse systeem helemaal geen toezichthouders had. Die waren er wel degelijk, alleen die deden niks. Hè? Denkt u aan, dat zult u zich nog herinneren, die miljardenfraudeur Bernard Madoff. Hè? Meerdere malen hebben klokkenluiders tegen de SEC, de Securities and Exchange Commission, gezegd, je moet eens kijken naar die Bernard Madoff. Want iemand die in alle jaren crisis of voorspoed 10% rendement draait, daar moet iets mee fout zijn. En hebben ze ernaar gekeken? Nee, nooit. Nou, ze hebben gekeken, maar ze hebben niet goed gekeken. Dus als de toezichthouders hun werk niet doen, omdat de mentaliteit of de waan van de dag is dat je dat helemaal niet hoeft te doen en laat die economie toch rustig op zijn eigen houtje draaien, dan heb je nog niks aan regels. Hè? Iemand moet er zijn om de regels ook daadwerkelijk toe te passen, anders gebeurt. En dat zal u ook niet verbazen dat de hele bemanning van het narrenschip, en wat jammer genoeg de Abraham Lincoln heet, dat de hele bemanning van het narrenschip nu reeds verklaard heeft dat als zij aan de macht zouden komen, ja, ik ben helemaal niet religieus, maar ik ben bereid daar even de handen voor te vouwen, wat God mogen verhoeden, dan zullen ze de hele Dodd-Frank-wetgeving, die zullen ze weer terugdraaien. Het is maar dat u het even weet. Dat zijn echt politici die het beste voor hebben met hun land.
Ja, dus of dit allemaal voldoende zal zijn, ik weet het niet. En je zou ook kunnen stellen natuurlijk, ik heb het al eens eerder gesuggereerd, snelle groei, grote financiële stabiliteit leidt onvermijdelijk tot instabiliteit. Tot de situatie waarin de mensen zeggen, ah, de bomen groeien de hemel in. He? Hoewel, wat had Mitt Romney nu over Michigan gezegd, dat de bomen daar net precies groot genoeg waren. Heeft u dat nog gevolgd? Dat staat waarschijnlijk ook op die gouden tafels. En ja, je begrijpt er niks van. De lichtjes waren goed in Michigan en de bomen waren precies hoog genoeg. Dus ik ga ervan uit dat er in Michigan een speciale boomhoogte is. Alleen voor Republikeinen zichtbaar. Ja, nu heb ik nog een paar minuutjes en dan heeft u nog een hele half uur om vragen te stellen. En dat betreft eigenlijk een zeer persoonlijke zaak mijnerzijds. Ik heb mij, dames en heren, 30 jaar lang, ja ongeveer 30 jaar lang, te takken geërgerd aan die verhalen in de Nederlandse pers. Ik ben er al een klein beetje op vooruitgelopen aan al die verhalen in de Nederlandse pers, dat de Amerikaanse samenleving zo'n fantastische samenleving is. Zo ontzettend veel beter dan andere samenlevingen in deze wereld. Een dynamische samenleving, een innovatieve samenleving. Een samenleving waar iedereen, als die bereid is om keihard te werken, niet waar, ook een Warren Buffett kan worden. Of een Steve Jobs, of weet ik, of hoe heet al die andere lui die nooit een academische diploma hebben gehad. Hè? Alsof dat de garantie zou zijn voor in grote inkomsten. Hè? Soms denk je wel eens, precies het omgekeerde in allerlei opzichten, maar dat is waarschijnlijk statistisch ook niet vol te houden. 30 jaar lang heb ik dat moeten lezen in de krant en heb ik dat aan moeten horen. En nou ja, denk aan de jaren 90, die jobsmachine. Wist u trouwens dat in Nederland in de jaren 90 per hoofd van de bevolking meer banen zijn gecreëerd dan in die fantastische jobsmachine van de Verenigde Staten? Maar gek genoeg las je dat pas jaren later in de krant. He, dat las je ter plekke. Las je dat dus niet in de krant. Wat is de werkelijkheid van 30 jaar republikeins beheer? Wat is de werkelijkheid van 30 jaar marktfundamentalisme als de waan van de dag? Laten we eens even de zaken op een rij zetten. De Amerikaanse inkomensverdeling die aan het eind van de jaren 70 nog min of meer normaal was, niet zo gelijk als in Nederland of in Duitsland of in Japan, maar toch min of meer normaal. Die inkomensverdeling laat zich nu het beste vergelijken met Brazilië of met China. En ik kan u verzekeren, dat is niet iets waar je trots op hoeft te zijn. Wat is, hè, wat ik zei het er net, van krantenjongen tot miljonair, van eenvoudige stoethaspel tot Warren Buffett met een miljardenvermogen, hè, dat is toch die American Dream. Maar de sociale mobiliteit, de intergenerationele mobiliteit, is in West-Europa groter dan die in de Verenigde Staten is. De Verenigde Staten is in de letterlijke zin van dat woord een plutocratie. Een land wat bestuurd wordt door multimiljonairs, voor multimiljonairs. Als u kijkt naar de belastingvoorstellen van het huidige narrenschip, dan zult u zien dat het allemaal gaat om de verhoging van de belasting voor arme Amerikanen, Amerikanen uit de middenklasse en verdergaande verlagingen van de belastingen voor iedereen die meer dan $250.000 per jaar verdient. Wat toch een beetje een wonderlijke zaak is. Maar we gaan nog even verder, want we zijn er nog lang niet. De Amerikaanse gezondheidszorg, ik heb het al aangestipt, de duurste gezondheidszorg ter wereld, 17% van bruto binnenlands product. Tal van pogingen gedaan om die zaak te hervormen, omdat natuurlijk iedereen met een klein beetje gezond verstand ziet, dat moet je hervormen op termijn. Dat kun je niet zo laten als het is. Nou, als hiervoor een Nobelprijs voor kop in het zand steken zou worden, misschien kan de hele Republikeinse Partij een Nobelprijs krijgen voor het kop in het zand steken. Dat we dan een hele grote zandbak laten aanleggen in ja, het is in Oslo geloof ik, en niet in Stockholm, toch? Als ik het wel heb, ja. Nou, dat moet daar te regelen zijn, daar ben ik van overtuigd. Obama heeft een begin met hervorming gemaakt. Wat heeft het narrenschip voorgesteld in de afgelopen maanden? Mochten zij de presidentsverkiezingen winnen, dan gaan ze Obamacare volledig terugdraaien. Want u weet wat er met Obamacare gaat gebeuren. He, dat al die oudjes, he, je hoeft maar even een hink in de stap te hebben en
kratsen is het afgelopen. Zoals het nu al in Nederland is. Hè? Ik heb geloof ik hier al gevraagd wie er boven de 65 zijn. Hè? Het is een wonder dat u hier nog zit. Ja, wist u dat hier speciale inspecteurs zijn? En als u ook maar even een lichte aarzeling vertoont, als u even een tremor in de hand heeft, u krijgt een briefje thuis, dat is uw laatste college geweest. Ik kan nog even wachten tot het op cd staat, maar dan is het ook wel echt afgelopen. Ja. De infrastructuur in de Verenigde Staten, daar is 30 jaar lang geen reet aan gedaan. Maar dan ook 0,0. En waarom niet, dames en heren? Omdat de overheid 30 jaar lang, retorisch gezien, is afgeschilderd als een levensgevaarlijke, diefachtige, afschuwelijke instelling waarvan niets goeds te verwachten is. Ook zo ongelooflijk hypocriet. Want kijkt u weer naar het narrenschip, hè? Waar ze ook de overheid dagelijks afschilderen als een afschuwelijke totalitaire instelling. Maar als je aan de bewoners van het narrenschip, of wat zeg ik, aan de passagiers van het narrenschip, hè, waarschijnlijk ook Costa Americana geheten. Ja, daar kunt u even over nadenken. Kan ik een leuk stukje over schrijven. Ja, als u daaraan vraagt, wil je dan ook je AOW-uitkering en je gratis medische zorg boven je 65ste? Want ja, waar komen die vandaan? Heel merkwaardig, die komen van de federale overheid. En ik had het al over de Red States. Waar komen al die subsidies vandaan? He, voor al die krakkemikkige staten? Die komen van de federale overheid. Die worden betaald door de Blue States. Dat is de paradox van Amerika. He, dus het narrenschip is niet alleen een narrenschip. Het zijn hypocriete narren. He. Dat is het ergste wat er is. De nar die niet in zichzelf gelooft uiteindelijk. Dat is een hele droevige zaak natuurlijk. En dan tenslotte nog de militaire uitgaven. Dit land besteedt ongeveer $1000 miljard per jaar aan een totaal overbodig militair apparaat, dames en heren. Een militair apparaat wat ervoor gekalibreerd is om het op te nemen tegen een evenwaardige tegenstander in deze wereld. Die er niet is, hè? En ze hebben allerlei tegenstanders geprobeerd te verzinnen. Noord-Korea, Iran natuurlijk, hè, dat zijn de rogue states. Allemaal door en door droevige, volledig geïsoleerde, krakkemikkige staatjes. Hè, die niet tot enig gevaar in staat zijn. In feite zijn uitgeroepen tot levensgevaarlijke bedreigingen van de wereldvrede. Hè. Wat een lachwekkend spektakel, dames en heren. En de tegenstander die ze hadden, die is er al lang niet meer. He? De Sovjet-Unie bestaat niet meer. En u weet hoe het met Rusland gesteld is. Dat wordt geregeerd door een crimineel boefje. En het ziet er naar uit dat hij nog weer een paar jaar zijn gang kan gaan. Ja, als een land, tragische wijze. Ja, wat kunnen wij concluderen na die 30 jaar, als we de vergelijking trekken tussen de West-Europese landen, weet u het nog, sociaaldemocratie, levensgevaarlijk voor de economische dynamiek. He? Dat werd ons ook alsmaar wijsgemaakt. Ja, werd dan altijd, dat kun jij nou wel zeggen, je hebt wel kritiek op Amerika, maar het groeit heel wat sneller dan West-Europa. Ja, het groeide enkele procenten per jaar sneller. Maar hoe kwam dat? Dat kwam door de veel grotere demografische groei in de Verenigde Staten. Als je die uitfactoreert, dan zult u zien dat de groei in West-Europa geen haar minder is geweest dan in de Verenigde Staten. Dus ook dat is onzin. En dat is allemaal ons 30 jaar lang wijsgemaakt. En als je één conclusie kunt trekken na die 30 jaar, dan is dat vermaledijde Rijnlandse model, weet u nog wel, de Europese aderverkalking en vooral dat Duitsland, dat bracht er ook helemaal geen reet van terecht. Hè. Die Duitsers hebben nooit iets begrepen van het neoliberalisme, echt 0,0. Hè. Maar je koopt geen Cadillac, maar wel een Audi. Zo is het toevallig in de wereld. Ja, je wilt er niet doodgevonden worden in een Cadillac. Hè? Ja, ik ga u nou niet uitleggen wat de verschillen zijn, want dat heb ik al eens eerder gedaan. Ja, als we na 30 jaar een conclusie moeten trekken, hè, dan blijkt eigenlijk dat de hele retoriek, waar we ook in Nederland mee verveeld zijn in de afgelopen 3 decennia, dat daar helemaal niets van klopt. Voor de modale burger, voor de Nederlandse krantenjongen, als u het zo wil noemen, niet waar, ligt er een grotere en ruimere wereld open die gemakkelijker te betreden valt dan voor de Amerikaanse krantenjongen.
als je Jan Modaal zou schetsen wat het leven in Amerika inhoudt voor Jan Modaal. En wat het leven in Nederland of in West-Duitsland of in België inhoudt voor Jan Modaal. Dan zou Jan Modaal, mits die althans enigszins goed bij zijn hoofd is, direct besluiten dat hij liever in West-Europa blijft wonen. Eigenlijk zouden we kunnen verwachten dat een omvangrijke immigratiebeweging uit de Verenigde Staten op gang komt. Hè? Ja, laat ik met die paradox maar afsluiten. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel. Dank u wel voor deze bezielde lezing. Dan is er nu nog tijd voor enkele vragen en discussie. En ik kijk daarvoor naar u. Aan wie mag ik het woord geven in de zaal? Ja, gaat uw gang. Ik, ja. Meneer Van Rossum, zou u het in een perspectief kunnen plaatsen dat 30 jaar lang is er sprake van neoliberalisme, maar sinds die 30 jaar is er nog niet echt een ander alternatief ontwikkeld. Na de grote depressie in de jaren 30 zagen we wel een alternatief en nu niet. Kunt u op een of andere manier een soort van verklaring vinden van waarom nu niet? Naar mijn idee is er wel een alternatief. En dat wil ik voor u wel schetsen. Wat dat betreft is het ook jammer dat diverse leden van de PvdA-fractie niet aanwezig zijn. Want dan zou ik ze dat ook gaan een keertje vertellen. Want ja, wat hebben die laten horen dat ze de jongste is voor een jong Nederland. En de rest is voor een Nederland waar we allemaal van elkaar houden. Dat je allemaal denkt van wat een slap gelul. Hè. Kun je nou niks concreets verzinnen? En laat ik proberen iets concreets te verzinnen, want eigenlijk is dat wel vrij duidelijk hoe het eruit zou moeten zien. Hè. Laten we vooropstellen dat de mondialisering van het economische bedrijf, dat is een niet te stoppen proces. Ja, je kunt wel zeggen, ja, ik vind het niks en zo, die Chinezen met die onderbroeken en het is toch jammer dat die nou niet meer in Venlo gemaakt worden, want dat waren toch ook kwaliteitsbroeken. Die ik bij de eerste communie geleden is ook vrijwel vanzelf van de billetjes af, zal ik maar zeggen. Die mondialisering is niet te stoppen. Dat is een proces wat doorgaat. Dat leidt tot ingrijpende veranderingen in de economische verhoudingen wereldwijd. Daar moet je je in principe bij neerleggen. Een deel van de maakindustrie is natuurlijk in de afgelopen 30, 40 jaar al uit het Westen verdwenen en dat heb ik u ook geschetst en die is naar Japan vertrokken. Die migreert eigenlijk van goedkoop land naar goedkoop land tot het niet meer goedkoop is. En tenslotte zal, in principe kunnen ze nergens meer heen en misschien komen ze dan maar weer terug. En dan kunnen er in Venlo weer kwaliteitsonderbroeken worden gemaakt omdat ondertussen die Chinese onderbroeken even duur zijn geworden. Maar dat kan nog wel even duren. Die onzekerheden die door dat immense veranderingsproces gegenereerd worden, die er zijn, waar je best begrip voor kunt hebben ook, die deels ook samenhangen met omvangrijke immigratie en emigratiestromen in de wereld, waar je ook niet zo verschrikkelijk veel aan doet. Wij doen wel net alsof dat kan, maar of je al die roeiboten met die zwarte wanhopigen, of je die tegen kunt houden in Zuid-Europa, dan denk ik eigenlijk niet. Feitelijk kun je ze veel beter een werkvergunning geven. Hè? Want als je zo'n restrictief beleid voert, wat gebeurt er dan? Dan komen ze binnen en dan gaan ze nooit meer weg, want ze zijn dood bang dat ze de tweede keer niet binnenkomen. Terwijl als je ze gewoon een werkvergunning geeft, dan blijkt dat ze vaak na een seizoen werken weer teruggaan en dan misschien 2 jaar later weer terugkomen. Dat kan best zijn. Een wat flexibel beleid zou daar best handig zijn. Maar ja, wij zijn in een soort kramp van angst gesprongen. Niet alleen wij in Nederland, maar elders ook. Dus je moet die problemen moet je zien te compenseren. En daarvoor hebben we de verzorgingsstaat. En die verzorgingsstaat die moet natuurlijk een beetje aangepast worden aan veranderende omstandigheden. Die is in Nederland ontworpen in de jaren 50 en 60, toen de vrouwen nog thuis bleven om de kindertjes groot te brengen en zo. En dat is voor een belangrijk gedeelte veranderd. Dus je kunt daar wel wat structurele hervormingen in aanbrengen. Een zekere sanering is niet gek van de verzorgingsstaat. Maar ik denk dat we in Nederland al lang het punt hebben bereikt waarbij die sanering kwalijke gevolgen begint te krijgen. Waardoor in feite de onderkant van het economische gebouw, niet waar, zich
ook in dat opzicht onzeker voelt. Van de overheid komt ons niet helpen als we in de problemen raken als gevolg van die maatschappelijke veranderingsproces. Dus ik zou zeggen, zet veel in op die verzorgingsstaat. En hou op met die verzorgingsstaat steeds verder, steeds een randje verder af te knippen. He, zoals vroeger van de munten steeds een randje werd afgeknipt tot er tenslotte helemaal niks meer van over was. He, dat doet dit kabinet namelijk ook. He, die verlaagt structureel de bijstandsuitkering die het de rekenkern is waarmee de rest van de uitkering in feite berekend wordt. Daar moet je mee ophouden. En dan het tweede punt, of het derde. En dat is in feite dat we natuurlijk op een aantal punten gewoon terug kunnen naar Keynes. En het wonderlijke is dat die neoliberalen, die nu 30 jaar lang geschetterd hebben over het neoliberalisme, als het fout ging, denkt u aan Alan Greenspan. Wat doet hij in 87? Geld in de economie pompen. Wat doet hij in 2000? Geld in de economie pompen. Wat hebben we gedaan in 2008? Mega bedragen in de economie gepompt. Dat is allemaal puur Keynesiaanse stimulans. Niks anders dan dat. Dus, we laten de markt overigens, want dat lees je altijd dat ik tegen het kapitalisme zou zijn. Een ontzettende kletskoek. De markt is prima voor videorecorders. En auto's en valse gebitten. Nou, dat is al heel dubieus natuurlijk. En laat dat maar even weer weglaten. Moet even geschrapt worden. Ja, de markt is voor sommigen, maar die markt moet gereguleerd worden. Het kapitalisme kan juist niet zonder een effectieve overheid die ook zijn regels naleeft. Als u een contract sluit met mij, en over 3 maanden belt u mij op en zegt van ja, ik krijg voor jou nog een tientje. En ik zeg van haha, ga maar op het dak zitten met je tientje. Probeer het maar eens te krijgen. Stuur rottige kastkrikken maar. Kwam ik daar nou op, ja. Waar het hoofd van vol is. Dus eigenlijk is, we hebben een prima model, wat prima functioneert. Maar dat betekent wel dat we op moeten houden ook met voortdurend die overheid zwart te maken. En als negatief af te schilderen, als inefficiënt en als in feite een diefachtige instelling. Met uw belastingcentjes worden enorm nuttige dingen gedaan. De grootste lamzak profiteert. De grootste lamzak profiteert 50 jaar van de Nederlandse voorzieningen. En dan gaat hij in Brasschaat wonen. Hè? Dus ik ben ook nog voor fiscale harmonisering in Europa. Hè? Dat zei die hele Brasschaat-club dat hij weer terug moet. Nou, dan heeft u eigenlijk. Als die Samson dat nou naar voren brengt, dan wil ik wel op hem stemmen. Hè? Het is helemaal niet zo verschrikkelijk moeilijk. Nee, ik bij mijn weten, het zal aan mij misschien liggen, maar de economen die ik lees, of het nu Stiglitz is, of Krugman, of Koen Teulings, er is geen mens voor die achterlijke bezuinigingen, waar we ons in feite de crisis mee inbezuinigen. Iedereen zegt, doe dat niet, smeer het uit, stel het uit tot die zaak weer op gang komt, want zodra je enige groei genereert, niet waar, zijn al die problemen veel makkelijker oplosbaar dan wanneer je krimp genereert. Maar nee, Rutte, ja, een historicus, dan weet je het al. Ja. Nou, dat lijkt me een volstrekt adequaat antwoord op uw vraag. Hoe komt het toch dat ze in de Verenigde Staten, ondanks het neoconservatisme, enorme landbouwsubsidie voor soja, maïs en katoen hebben? Ja, dat ligt aan het politieke systeem. Ja, Salle, moet ik u heeft het wel gehoord, neem ik aan. Dat ligt aan het politieke systeem. Kijk, Amerikaanse senatoren zijn tot de laatste man fervente tegenstanders van welke vorm van federale subsidie dan ook. Maar vooral en zeer in het bijzonder voor de subsidies voor de andere 49 staten. Want voor hun eigen staat moet toch gepleit worden gezien hele bijzondere historische omstandigheden voor een stevige subsidiestroom. Vroeger had je Richard Helms, die senator was voor Virginia, geloof ik. Het kan ook South Virginia, West Virginia zijn, dat weet ik niet precies. Een van de Virginia. En Helms bestreed elke subsidie van de federale overheid. Die bestreed hij met hand en tand. Maar er was één subsidie
waar die altijd stemde voor de verhoging ervan, namelijk op de tabaksteelt. Ja, want de tabaksteelt, dat is een heel winstgevende branche daar in de Virginia's. En vandaar dat hij ervoor was. Ik denk dat je enorm op moet passen om te denken dat politici, dat dat consequente denkers zijn. Politici zijn pragmatici. Jij hoort me niet zeggen dat het oplichters zijn, het zijn pragmatici. Zij passen zich aan aan de omstandigheden. Ze zijn enorm tegen subsidies, behalve als dat een subsidie is die hen, de eigen kiezers goed zou uitkomen. En dat is in Amerika is natuurlijk een heel wonderlijk systeem in die zin dat het de senatoren vertegenwoordigen één specifieke staat en de leden van het huis specifieke districten. Dat is ons ook allemaal de afgelopen, nou niet eens 30 jaar, laat ik nog eens even een bitter punt noemen, dat gelul en gezwets, dat onze democratie niet goed zou werken en dat we een voorbeeld zouden moeten nemen aan de Verenigde Staten, aan Engeland, waar de mensen hun eigen volksvertegenwoordiger ook kennen en ook aanspreken. Die bellen ze zo op, zeggen, kun je dat eens even regelen voor ons, wat gewoon simpelweg totaal niet waar is. Als er één onrechtvaardig en ondemocratisch systeem is, is het wel het Amerikaanse. Omdat al die districten van dat huis, die zijn gerrymanderd, zoals dat heet. En dat zijn in feite éénpartijdistricten. Zoals je ook heel veel éénpartijstaten hebt. Als er straks presidentsverkiezingen zijn, heeft het dan, voor je bent een democraat in Wyoming, ik noem maar wat op. Heeft het dan zin om te gaan stemmen? Nee, geen enkele. Wyoming heeft sinds 1934 niet meer voor een democratische president gestemd. Nou kunnen ze dat in 1934 ook niet hebben gedaan, maar in 1936 in principe wel. Dus is dat een democratisch systeem? Nee. Als er één partij geleefd heeft van fantasie en kletskoek, dan is het wel D66. Hoe sympathiek dat gezelschap mij verder ook is. Ja, het zijn brave lui, alleen hebben ze van politiek nooit een bal begrepen in feite. Maar het ligt dus aan het feit dat een Amerikaanse volksvertegenwoordiger specifiek opkomt voor de belangen van zijn staat of district. En er alles voor doet om die belangen te verdedigen. Want op basis daarvan kan hij naar zijn kiezers toe zeggen, moet je kijken wat ik weer. Je had in de tijd die leden van bijvoorbeeld de voorzitter van het House Armed Services Committee. In zijn district waren geloof ik wel 7 luchtbases. Bij elke begrotingsbehandeling van de Pentagon kwam er weer een basis bij. Ja, niet verstandig, maar zo werkt de democratie daar. Aan wie kan ik microfoon geven? Professor Van Rossum, u heeft gesproken over... Ja, daar ben ik niet meer hoor. Nee, dat weet ik, maar ik vind het zo'n mooie aanspreektitel. Oké. U heeft een paar keer gesproken over China. Deng Xiaoping en zijn nieuwe economische zones, het marktsocialisme. China dat geen andere kant op kon en wel dollars moest kopen. China heeft rating agencies. Wat doen die? Zijn die enigszins, zouden die als voorbeeld kunnen dienen voor die perfide rating agencies die u beschrijft? Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Ik moet u zeggen, voor zover we daar iets van weten, zijn ze in China niet achterlijk. En is het economisch beleid wat het politbureau voert in het algemeen nogal vrij clever. Is hun buitenlandse politiek ook oneindig veel cleverder dan de Amerikanen. Want tegen aanzienlijk geringere kosten verzekeren zij zich van grondstofcontracten waar de Amerikanen dan vervolgens pisnijdig over worden. Maar ja, die hebben niet die moeite gedaan om. Want die zijn natuurlijk ook altijd aan het moraliseren. Zoals wij Nederlanders dat, althans onze politici dat ook doen. Ik geloof dat Hans Koning helemaal niet erg moraliseerderig is, eerlijk gezegd. Anders zou je toch dat Palmeiland niet hebben aangelegd. Daar zou Jolande Sap toch hebben gezegd, daar heb ik geen zin in. Hoewel, met een paar van die agenten op... Ik denk dat China voor heel andere problemen staat, in feite. Ook in China, begrijp ik, is toch wel sprake van een soort onroerend goed bubbel. Als er enorme hoeveelheden geld vrijkomen, en het is niet helemaal duidelijk wat je daarmee moet doen. Dat leidt vaak aan, in eerste instantie, tot overinvestering. Ik heb begrepen dat daar in China vaak al sprake van is, in de maaksector. En als er dan nog geld over is, waar gaat dat heen? Naar de onroerend goedsector.
Dus je bouwt appartementen waar eigenlijk geen behoefte aan is. Of zoals in Nederland, je bouwt kantoren waar geen enkele behoefte aan is. Hè. 15% van onze kantoorruimte staat leeg. U kunt, u ziet er serieus uit, u kunt in Nieuwegein op proef 3 maanden gratis een reusachtige verdieping krijgen. Hè. U kunt u in ieder geval wuiven naar de bewoners van Nieuwegein uit de ramen. Dus dat is een verschijnsel wat zich eigenlijk overal voordoet. Ik zou zelf zeggen, nu ik er even aan denk, dat je misschien de onroerend goedsector, dat daar wat meer sturing zo gek nog niet zou zijn. Als je daar, ja, de vraag is, gaat dat goed? Is dat dan ook niet gevoelig voor corruptie? Dat weet ik niet precies. Maar dus kijk, China zal, en het grootste probleem waar ze in China mee te maken hebben, is natuurlijk het feit dat het in principe een totalitair systeem is. Al is mijn indruk dat het minder totalitair is dan wij hier vaak denken dat het is. Ik was enorm verbaasd over al die straatinterviews in China en nu nog bij die aardbevingen, bij de Olympische Spelen. Maar die luidt toch uit de losse pols zeiden dat al hun politici oplichters waren en dat het altijd zo geweest was. En dat er verschrikkelijke dingen gebeurden. Dus misschien dat systeem losser wordt. Er valt eigenlijk weinig van te zeggen, maar wat moet je ervan zeggen? Ze hebben nu 400 miljoen mensen welvarend gemaakt. Er zijn nog 900 miljoen mensen te gaan. China heeft overigens met een vergrijzingsprobleem te maken wat nog ernstiger is dan het Nederlandse. Idem dito Japan. Dat zijn ook problemen die je op moet lossen en die niet simpel oplosbaar zijn. Die grote kosten met zich meebrengen. Zoals dat in Nederland ook het geval is. Alleen wij zijn stukken en stukken rijker dan de Chinezen zijn. Zeker als je de hele Chinese samenleving daarin betrekt. Maar ach, ik ben op de lange termijn, ja, dat heb ik ook al eerder gezegd. Het probleem van de wereld is niet een gebrek aan economische dynamiek, maar in feite een overmaat aan economische dynamiek die niet altijd gepaard gaat met het bewustzijn van wat voor schade die dynamiek ook zou kunnen aanrichten. Ik denk eerlijk gezegd, ik zal er niet bij zijn, daarom durf ik het ook makkelijk te zeggen, dat we in deze eeuw nog een spectaculaire economische dynamiek te zien krijgen. Echt. Massale groei. Hè? Stel voor dat India gaat groeien. Hè? Stel voor dat ze daar een beetje een behoorlijke infrastructuur uit de grond stampen. Ik weet niet of jullie die films wel eens hebben gezien van de elektriciteitsvoorziening in India. Hè? Waar die apen dan overheen lopen. En dan geëlektrocuteerd worden door die loshangende draden. Ik kom altijd op van die gekke dingen. Hè? Maar wat wel sympathiek van India is dat ze daar niks aan doen aan die apen. Die worden bij ons zouden ze direct worden afgeschoten door jagers met een CDA-lidmaatschap op zak. Maar in India, ik heb wel eens gezien dat ze allemaal hadden gevangen en hadden losgelaten ergens buiten het dorp. Ja, die apen zijn ook niet op hun bolle hoofd gevallen, dus die waren binnen een week weer terug. Dat had je kunnen verwachten natuurlijk. Ik moet zeggen, die economen, als u kijkt natuurlijk naar de periode waarin West-Europa deze enorme dynamische groei heeft doorgemaakt. Hè. En er bestaat een prachtig boek over de 19e eeuw van meneer Anderson. En dat begint met een prachtig zinnetje wat mij uit het hart gegrepen is. In 1800 leefden verreweg de meeste Europeanen nog net precies als in de middeleeuwen. Was er een reet veranderd tussen 1400 en 1800. Maar tussen 1800 en 1900 is Europa totaal veranderd. En heeft in feite een totale verandering van de planeet eigenlijk in gang gezet. En dat proces zie je nu dus in Azië. En ja, dat gaat met ups en downs en revoluties en tijdelijke crises. Ja, God almachtig, het zijn menselijke samenlevingen. Maar dat die groei er zal zijn, daar twijfel ik eigenlijk geen moment aan. Als je eenmaal zo'n mixertje hebt gezien en eenmaal een Audi hebt bezeten en eenmaal een flatscreen tv hebt bekeken, dan heb je nog maar één verlangen. Hè? Namelijk naar de Bold and the Beautiful te kijken met je op je flatscreen. Hè? Ja, feitelijk zou je veel beter geitenhoeden kunnen blijven, maar daar komen ze altijd veel te laat achter. Nog andere vragen in de zaal? Even kijken. Waar ik altijd een beetje gek voor word, dat is die media. Je,
om maar een voorbeeld te geven, dan hebben de Grieken een akkoord bereikt over de begroting. En vervolgens krijg je dan bericht dat er niet voldoende maatregelen zijn, terwijl de Grieken nog maar net 10 minuten de tijd hebben gehad om de zaken op te lossen. Ja, het is nooit voldoende. Het is zo'n rare toestand en ik denk, goh, ik ben wel eens benieuwd wat voor advies u heeft voor de media. Tje. Ja, ik heb maar één advies. En dat is dat ik directeur van de NPS of NTR of hoe heet die organisatie tegenwoordig wordt. Maar dat zit er ook niet in. Ik zei u al, niemand belt ooit en zo is het eigenlijk. Ik ben bang dat er heel weinig aan te doen is, omdat ik zelf vermoed dat wat u schetst, hè, in feite de permanente hysterie waar de media mee te maken hebben. Hè, als het nieuws, hoe klein ook, leidt automatisch tot een hysterisch kluitjesvoetbal. Hè? Want dat is ook, ja, laten we even terugverwijzen. Het is heel ongelukkig natuurlijk dat die prins onder de sneeuw geraakt is. En vervolgens zien we die Mieke of Marieke, of hoe ze heten, die zien we een week lang voor het hospitaal precies om 8:00 zeggen, nee, er is geen nieuws. Ja, ik zou zeggen, na één keer weet je dat wel eens een beetje dat er geen nieuws is. Dus dan zeg je, Marieke, kom maar weer terug. En om ons toch een beetje te plezieren, deze elke avond een heel andere sjaal om. Heeft u dat opgemerkt? Zij moet werkelijk een gigakoffer met sjaals bij zich hebben gehad, hè? Want het waren ook niet zomaar sjaals, maar echt, zodat er een tropische temperatuur bij de stembanden kon worden gecreëerd. Ik vermoed eerlijk gezegd dat deze problemen die u schetst en waar u naar mijn idee groot gelijk in heeft, waar ik overigens wel een oplossing voor heb. En dat is gewoon niet naar de tv kijken. Of althans minimaal. Mijn adviezen zijn, kijk alleen naar het 8:00 nieuws en laat voor de rest de hele zaak zitten. Want dat is het probleem, dat u ziet, die dingen ziet u in het nieuws. En dan is het nieuws voorbij en dan beginnen dus al die verschillende praatprogramma's, zal ik maar zeggen. En dan zou je zeggen, nou ja, dan zeggen ze van, nou ja, Marieke heeft dan gezegd dat er geen nieuws is. Nou, dat houdt ze helemaal niet tegen, want ze hebben een deskundige voor lawines ingehuurd. En ze hebben een deskundige voor hoe lang je zonder zuurstof kunt ingehuurd. En ze hebben een deskundige die speciaal 2 van die opblaaszakken me heeft meegebracht. Ik kan u dat ook bij... Dat heb ik er wel van opgestoken. Ik heb nooit geskiet. Ik ga ook nooit skiën. Maar als ik zou gaan skiën, neem ik van die zakken mee. Hè? En ik ben, ook als je helemaal niet door een lawine bent getroffen, zou ik al na een dag of 4 toch een keer die dingen opblazen. Hè? Dat je die berg afkomt en dat je hoep, dat moet een heerlijk gevoel zijn. Hè? Omdat je ook veel lichter wordt natuurlijk. Hè? Dat je echt, oeps. Ja. Ik ben het helemaal met u eens. Potsierlijk. Een week lang potsierlijke onzin. In de krant, op de televisie, everywhere. Dus ja, kijk niet. Kijk gewoon niet. En ik kan u garanderen, het scheelt u een enorme hoeveelheid ergernis. Het probleem is eigenlijk vrij simpel. De verklaring is vrij simpel. De moderne media, of het nou in Nederland is of in Amerika of wherever het is, behalve misschien in Noord-Korea dan, is een van de weinige positieve punten van Noord-Korea. Geen praatprogramma's. Dat is een competitieve industrie. Die in feite, waarom hebben ze nieuws en praatprogramma's? Die hebben ze maar op één reden, om u 1 keer per uur te kunnen vergasten op al die lulkoek over kattenvoer en margarine waar u geen cholesterolverhoging van krijgt. En een bril waardoor u uw echtgenoot totaal anders begint te zien. En nou ja, al die andere fantastische artikelen die ze aan u. Daar gaat het om. Het gaat om de reclame. He? Dat is punt 1. Het is een competitieve industrie, dus ze zijn steeds bezig om een zo groot mogelijk publiek te genereren. Dan weet u eigenlijk al wel hoe laat het is, een zo groot mogelijk publiek. Wat is de gemiddelde intelligentie van, ja, u weet, dat is sowieso, het intelligentiequotient is een gemiddelde, he? Het gemiddelde is 100. Ik weet niet, heb ik u al eens uitgelegd, stel me voor dat het gemiddelde hier in de zaal, dat 110 is. He? Of vindt u dat te laag? Dan maak ik er zonder problemen 120 van. Maar dan moet u zich wel realiseren dat die lui die thuis zijn gebleven, omdat mijn lezing veel te moeilijk voor ze is, dat die 80 hebben.
Want het gemiddelde is 100. Dus als u 120 heeft, voor iedereen die 120 heeft, u besteelt iemand anders die maar 80 heeft. Nee. En ik kan u verzekeren dat 80 niet bijster veel is. Nee. Dan is ook de Bold and the Beautiful, dat is al een enorme aanslag op je denkvermogen. Nee. Televisie, dat wordt altijd weer, kijk, intellectuelen klagen altijd over, eigenlijk wat u ook doet, u klaagt over de televisie. Hè? Maar dat is eigenlijk, die televisie wordt niet voor u gemaakt. Die televisie wordt gemaakt voor een massapubliek. Als u zegt, het kan van mij wel wat moeilijker en serieuzer, ik zou zeggen, in plaats dat u kijkt naar De Wereld Draait Door, behalve natuurlijk als ik er even in ben, maar goed, even afgezien daarvan, hè? U kunt ook de krant lezen. En u kent die verhaal. Ik geloof dat de hele tekst van NOS Journaal is twee kolommen van de tabloidkrant ongeveer. He? Dus u kunt ook de NRC lezen, waar in het algemeen hartstikke leuke stukken in staan. He? Om de dag Maarten Schinkel kan ik u warm aanbevelen. En altijd hele leuke, kritische, scherpe stukjes. En daar steekt u werkelijk iets van op. Of u gaat achter een computer zitten, u leest de New York Times, de Washington Post. Ik kan u een hele reekse website, misschien moet ik daar eens een half uurtje over praten, opnoemen. Waar u echt ook intellectueel aan uw trekken kunt komen. Hè? U kunt ook een abonnement op de New York Review of Books nemen, dat kan ook. Kost vrijwel geen cent. Moet u zo'n 3-jarig abonnement nemen, nou. En ja, als u hem niet leest, kun je dan nog als wc-papier gebruiken. Dat is hartstikke stevig. Dus ik vind de klachten van intellectuelen over de televisie eigenlijk in die zin niet relevant, dat die televisie niet voor hen gemaakt wordt. En ja, behalve misschien een enkel VPRO-programma. Maar ik geloof dat ik al eerder heb ik al eerder mijn teleurstelling over Van Koot en de Bie uitgesproken, of niet? Ja, ik weet nooit precies wat ik waar heb gezegd. Ja, ik was er speciaal voor gaan zitten. Ik had me erop verheugd. Blijken de twee truttige bejaarden te zijn geworden. Ja, ik heb 2 en 3 niet meer bekeken. Ik denk, ik hoef dat aftakelingsproces niet van daarbij mee te maken. He? Jongen, jongen. Dus mijn tip voor u is, de wereld is vol van zaken die ook voor de intellectueel geïnteresseerden fascinerend zijn. Echt fascinerend. Neem bijvoorbeeld een fantastische website als de browser. B-R-O-W-S-E-R. Het symbool is zo'n zeekoe. Ja, een zeekoe die zit te lezen. Ja, moet u zich even overheen zetten. Ik begrijp ook niet waar dat goed voor is, maar het is een zeekoe die zit, de browser. Dat geeft u dagelijks een selectie van de beste en meest interessante, vaak ook nogal lange stukken uit, in dit geval met name de Angelsaksische pers natuurlijk, maar u kunt ook naar Arts en Letters Daily gaan. Er is een baaierd van interessante dingen, maar u moet niet naar de Nederlandse tv kijken, hè. En ja, waarom kijk ik niet naar Linda de Mol? Omdat ik dan al jaren geleden zou ik aan een hartverzakking zijn gestorven. Dus dat doe ik niet. Hè? Ik vind dat beschamende onzin. Ik vind bijna alles op de televisie beschamende onzin. Dus kijk ik niet. Ik kijk 's nachts af naar de nieuwsherhalingen. Dat is hartstikke handig. Heb je al die Rimram er ook niet bij. Hè? Of teletext, wat dacht u daarvan? Eigenlijk is de televisie nog het mooiste omdat teletext bestaat, hè? Het zijn berichten van 100 tekens als ik het wel heb. En het geeft u een keurig overzicht van, in ieder geval wat wij denken dat het nieuws is. Laat ik het kort samenvatten. Dat is nog een ander punt natuurlijk. De nieuwsindustrie leidt, dat zei ik u al, aan kluitjesvoetbal. U weet wat kluitjesvoetbal is? Oké, dan is het goed, ja. Ik ben altijd geneigd die dingen nog even uit te leggen. Voor de mensen die niet naar Cruijff hebben geluisterd. Dat is langzamerhand eigenlijk niemand meer in deze wereld. In het algemeen denk ik eerlijk gezegd dat ons nieuws vooral gaat over dingen waarvan je over 30 jaar zegt, we zijn het totaal vergeten. Het bleek er eigenlijk enorm weinig toe te doen. En allerlei enorm interessante processen blijken pas na jaren echt in het nieuws op te duiken. Laat ik een praktisch voorbeeld noemen, fracking, als u dat iets zegt. Dat is een totaal nieuwe methode waarbij gas uit leisteen kan worden gewonnen. Een land als Polen bijvoorbeeld heeft voldoende energie voor het eigen gebruik voor de komende 200 jaar. Dus dat verandert eigenlijk de hele dynamiek van de wereldenergiemarkt.
En nu lees je dat wel eens in de krant. Dat fracking is al, ik geloof al 10, 15 jaar geleden begonnen in Pennsylvania, in de Verenigde Staten. En daar lees je dan eer 10 jaar lang niks over. Dat vind ik dan eigenlijk vrij raar. Of misschien in gespecialiseerde publicaties, dat weet ik niet. Maar dus vaak is het nieuws ook een beetje de waan van de dag. En zeg je na 5 jaar van God Almachtig hebben we ons enorm over opgewonden. En het bleek eigenlijk volkomen betekenisloos te zijn. Ja, ik weet niet of u aan de buurt bent. Hij modereert het. Ja, dan geef ik u nog even de microfoon. Dat is de laatste vraag dan. In deze discussie, ik vind dat een democratie uitermate gediend is bij een controlerende pers. Een onafhankelijke controlerende pers. Waar ik me de laatste jaren ernstig aan stoor, is dat er journalisten zijn die op zich wel intelligente vragen stellen, met een volkomen gesponnen, want van die spindokters, gesponnen antwoord terugkrijgen over iets totaal anders. En vervolgens zeggen, geachte minister, we zijn bijna vooroorlogse toestanden aan het spelen. Alleen zeggen wij nog niet excellentie. Ja. En ik vind dat heel gevaarlijk, zeker in deze toestanden. Ik heb de indruk dat de serieuze pers wel een redelijke controlerende functie heeft. Alleen moet ik daar een tweede indruk aan toevoegen. En dat is dat het de modale kiezer geen bal interesseert. Omdat het zodra het eigenlijk een niveau, een moeilijkheidsgraad heeft bereikt, net iets boven de Donald Duck, dan haakt de modale kiezer, die haakt af. Dus die gaat die stukken ook niet lezen. Hè? Als de NRC een ingewikkelde zaak heeft uitgezocht, wat ik noem maar wat op, is de hoge snelheidslijn terecht aangelegd? Nou, naar alle waarschijnlijkheid niet dus. Zonder van die 5 miljard die we erin hebben gestoken. Hadden ze ook van tevoren kunnen weten, maar dat tussen haakjes. Daar wordt er wel over geschreven. En ook wat er mis is, dat wordt ook wel beschreven. Of dat ook doordringt, ik betwijfel dat. Hè. Daar, ook op dat punt, denk ik, zijn de serieuze kranten, die doen hun werk heel behoorlijk, voor zover ik het kan bekijken althans. En de televisie schiet vaak mateloos tekort. Ik heb nog wel eens het programma Nova, daar hadden ze het zo vaak over Holleder, dat ik dacht, ze kunnen het beter Holleder noemen. Hè? Holleder Daily of zoiets dergelijks, dat leek me van wat. Hè, daar is bijvoorbeeld de aandacht voor allerlei ontsnapte delinquenten en allemaal van dat flutnieuws, ja. Dus je mag dat natuurlijk niet zeggen. Het is erg zielig voor dat meisje wat doodgestoken is in Den Haag. Maar dat zijn incidenten die ze gewoon met regelmaat zullen voordoen. Wat je er ook aan doet, dat zijn we. Er is allerlei narigheid die niet uit de bannen valt. Die simpelweg samenhangt met het feit dat mensen in grote clusters samenleven. Maar dat zijn wel dingen die. Waar zijn mensen in geïnteresseerd? In de misdaad, in bankrovers, in dat soort van zaken. In prostitutie en in prostitutie en misdaad samen. Dat is helemaal dat je denkt, wat vinden mensen leuk? Hoe heet het ook weer? Flikken Maastricht. Hè? Ik zie dat wel eens een paar minuten als ik bezig ben om koffie te zetten beneden. En dan denk ik altijd, god, ik ben meerdere malen in Maastricht geweest, maar ik heb zelden zo'n rustige plaats meegemaakt als waar ik zelfs een vermoeden had van een betrekkelijk comateuze toestand van de lokale bevolking. En dan kijk je naar Flikken Maastricht, zeg nou, het is. Ik weet niet wat de misdadigste stad ter wereld is. Ik geloof Johannesburg, maar dat is er niks bij vergeleken. Hè? Als u wil oefenen voor Johannesburg, zou ik eens een weekend naar Maastricht gaan. Wat daar afgeschoten wordt en car chases en het is een wonder dat er niet al een atoombom is afgegaan. Hè? Ja, dat vinden wij dus leuk. Die onzin vinden wij leuk. Daar gaan we het dan even mee afsluiten. Mijn vrouw zei nog eens, zo'n leuk programma, dat heet Midsummer Night's Murders. Dus, en ze zou mij dan waarschuwen als het ging beginnen. Ik was iets te laat. Dus het moest even tempo maken om te begrijpen waar het over ging. Maar de scène waar ik eigenlijk inviel was dat een vrouw van middelbare leeftijd, die er zo uitzag als vrouwen van middelbare leeftijd eruit zien, die bevond zich in een kerktoren met zo'n groot telescoopgeweer.
En zij legde aan en zij schoot beneden op de kermis van dat dorp. Schoot ze een man van de ezel af. Dus toen zei ik tegen mijn vrouw, lijkt het je waarschijnlijk dat in een Engels dorp een vrouw van middelbare leeftijd met een telescoopgeweer een man van een kermisezel afschiet. Net hadden we daar ruzie over gekregen. Of diezelfde mevrouw, alweer terug uit de kerktoren, liep bij een kennisje binnen met een groot zwaar voorwerp in de hand en slaat dat kennisje zo dood. Dus ik zei tegen mevrouw, nou ja, dat telescoopgeweer, dat wil ik je nog geven. Hè? Maar om nou binnen een half uur ook nog een kennis op gruwelijke wijze om te brengen in een Engels dorp, waarin waarschijnlijk in de afgelopen 600 jaar in totaal 2 moorden zijn gepleegd. Als het al... Nou ja, sinds die tijd heb ik niet meer gekeken. Maar dat vinden wij leuk. He? Dat zijn populaire programma's. En u weet dat die stom vervelende Engelse series... He? Ik heb ze nog eens 10 minuten horen lullen over wat ze op hun broodje moesten doen voor de lunch. Op zichzelf uit het leven gegrepen. Maar om dat nou uitgebreid uit de doeken te doen... Nee, het waren zijn geweldige acteurs. Dus je denkt, het is net echt, maar... Ook zonde van je tijd. Hè? Dus kijk er gewoon niet naar. Dan zet u zelf qua televisie op rantsoen. En u zult zien, u wordt even gelukkig als ik. Ja.